Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Wintertijd. Vanavond heb ik een hele speciale gast. Het is de moeder van Jan-Peter Balkenende. Mevrouw Balkenende, welkom. Ja, nou, hartelijk bedankt. Ja, tuurlijk, zeg maar, Tona. Fijn. Dan maak ik gezellig een avond van, hè? Zeg, als ik vragen mag, uit wat voor gezin komt u eigenlijk? Nou, dat lijkt me nogal weer eens, hè. Ik ben dus dan de moeder, zeg maar. En dan heb je dus mijn man, dat is dan de vader van het gezin. En dan heb je dus de jongens met Jan-Peter dus bij met, en de andere jongens. Waarvan alle andere jongens me dus precies evenveel waard zijn als Jan-Peter. Gelijk. Er zijn dus veel mensen die zeggen, ja, je zal Jan-Peter wel trots op zijn. Maar dat die andere jongens dan niet zo ver geschopt hebben, zeg, dat vind ik niet zo erg. Jammer, maar niet erg. En muzikaal, zijn ze muzikaal? Och ja, we zijn drie. Oh ja, met de afwas. Hè. Dan waren we met z'n allen aan het afwassen. En dan lekker zingen van Wir nur den lieben Gott lässt walten. Ken je dat? Nee? Wir nur den lieben Gott lässt walten. Und hoffet auf ihn alle Zeit. In wird es wunderbar erhalten. In aller Not und Traurigkeit. Ja, want Wir Gott den allerhöchsten Traut, der hat auf keinen Zeit. Tona? Ja, dat is heerlijk om dan met het hele gezin te zingen. Dan was ik dan de alte, dan had je dan de baas. Ja, want dat viel me wel op. Er was wel op uw lijstje veel muziek waarvan eigenlijk helemaal geen opname meer bestaat. Oh, dat is jammer. Ja. En veel kerkmuziek ook. Ja, kerkmuziek. Wij zijn echt mensen die heel erg houden van zingen in de kerk. We zijn niet van die types van voor het zingen de kerk uit, maar echt tot het einde zingen. Alles gegeven heb wat je in je hebt. En dan pas dus die kerk uit. Die kerk weer uit. Ja. Voldaan gevoel weer er een hele week tegen kan. Hè? Ja. Ja, maar goed, we hebben dus van dat lijstje niks kunnen vinden. Hè? Dat is jammer. Dat is jammer, ja. Ja. Kijk, je moet weten, ik vind het in principe geen enkel probleem als mensen hier voor de 80 miljardste keer met Frank Sinatra en de Beatles aankomen. Ja. Ik vind het prima. Ik wil ook best naar de Monkees luisteren. Ja. Hè? Als dat nodig is, vind ik allemaal prima. Hè? Maar kijk, ik ben miljonair, ik ben binnen. Ja. Ik hoef dit niet te doen. Ik doe dit voor mijn lol. Mm-hmm. Hè? En het moet ook wel een lolletje blijven. Nee, dat begrijp ik. En dat lijstje van u, dat ging me gewoon een beetje te ver. Ook Nederland zingt dan. Ja, dat ging me gewoon een beetje te ver. Dus we gaan even naar beelden kijken. Och, leuk. Uw zoon die heeft enorm in de belangstelling gestaan. Ja, nou, zeker. Dit jaar. Ja. En we gaan even kijken. It's not easy being green. Ik ben Jan-Peter Balkenende, ik ga nummers zeggen van de nummer. Ja, dat valt me dus zo tegen van Jan-Peter. Dat had ik niet van hem verwacht. En als hij van het weekend langskomt met de was, dan zal ik daar eens ook eens een hartig woordje met hem over praten. Ja. Jan-Peter die is nu 47. Jazeker, ja. Dus dat betekent dat hij in de 60e jaren dus in Zeeland die wilde tijd heeft meegemaakt. Dat weet ik nog goed, hoor. Ja, dan ging hij op zijn kamertje zitten en had hij dus zo'n transistorradio. Ja. Die ging dan zo zitten draaien. Radio Luxemburg natuurlijk. Naar Radio Goes. Want daar hadden ze dan de nieuwe vertaling van de Statenbijbel. Nou, dan had je dus bij ons in het dorp ook echt twee kampen, hè? Ja, de Beatles en de Stones. En ik was zelf meer van de Stones. Nee, je had dan de psalmen tegenover de gezangen. En als je dan van de psalmen hield, nou, de mensen van de gezangen. Gezangen. En de gezangen, nou, die moesten dan weer niks van de psalmen nemen, hè? Dat was echt water en vuur, hoor. Ja. Zeg, Jan-Peter die ging jaren 70 studeren in Amsterdam. Aan de vuur, ja. Ja, veranderde dat ook zijn muzikale keuze? Nou, daar kwam hij thuis met van die platen waarvan hij dacht, het kan het wel zachter. Deep Purple en zo, en de Stones en Die kan ik me dan niet precies herinneren, maar dan had hij van, hoe heet het nou, van de Ramblers en van de Dutch Swing College. De Ramblers, daar was hij dan helemaal wild mee, van de Dixieland. Dat was dus echt Jan-Peter, daar kon je eigenlijk al wel zien dat hij dus meer neigde naar de VVD. Ja, want die samenwerking met de PvdA, dat is natuurlijk niks geworden.
Nee, maar dat is ook logisch, hè? Ja. Ik heb altijd theorie, je ziet altijd op schoolplein al. Als de ouders met elkaar kunnen opschieten, dan kunnen de kinderen dat ook heel goed, hè? Ja, ja. Want wij zijn dus dan een keer op visite geweest bij de familie Bos. De Bosjes. Bij de Bosjes, ja. En dat was gewoon, dat was een speertje, dat was niet die van ons, zeg maar. Nee, die hadden dan een leefkuil en die hadden dan een letterbak aan de muur. Ja, ja, en die hadden dan zo'n tuin met van die bieltjes en van die nummers bij de deur met die ze dan zelf, zeg maar, gepottenpakt hadden. En een zitzak en zo en alles. Ach ja, al die dingen meer. Nou, dat was niet echt iets van ons. En je gaat er dan toch op visite, dus dan denk je, die vader heeft ze zondag zo goed aangedaan. Maar dan had hij dus zo'n soort van leren vestje had hij dan aan en een baard. Haar al lang en zo. Zo'n beetje als jij eruit ziet, zeg maar. Ja, ja. Terwijl het er toch al lange tijd naar uitzag dat ze tot elkaar veroordeeld waren. Hè? Ah, zeker. Ja, ik ook wel verwacht dat dat er dus van zou komen. Laten we even kijken naar wat beelden. Ach ja. Dat is dus geen muziek, hè? Ik heb hier namelijk schrijver, denker en moeder aller pijprokers, Harry Mulisch. President Jan-Peter Balkenende. En de leider van de Partij van de Arbeid, Wouter Bos. Bravo, meneer Bos. Bravo. Goed. Alle drie hartelijk welkom. Meneer Mulisch. Meneer Mulisch, om met u te beginnen. Waarom bent u hier? Ja, waarom zijn we hier? Wacht. Ik begrijp dat deze vraag een beetje te breed is voor u. Laat ik het anders zeggen. Er was een Salon du Livre in Parijs om het Nederlandse boek te promoten. Ja, mijn Nederlandse boek te promoten. Ja. Maar is het niet een beetje raar, want ik heb die beelden gezien op de televisie, om champagne te ontkurken terwijl de wereld in brand staat? Ja, is het aan de andere kant niet raar om de wereld in brand te steken als we net champagne ontkurken? Ja. Ik wil liever geen retorische vragen. Ja, wat is er mis met retorische vragen? Ja. Heren, even naar u tweeën. De kabinetsformatie die leek even vastgelopen over de oorlog in Irak. Maar uiteindelijk bent u het eens geworden, hè? Ja, nou, we zijn het eens over het feit dat we het niet eens worden. Nee, daar ben ik het dus niet mee eens. Ja, dan zijn we het dus eens. Precies. Nee. Mooi. Nou ja, goed. De uitkomst is dus, als ik het goed formuleer, moet ik even kijken, dat we het accepteren dat er oorlog gevoerd wordt, maar als we maar niet mee hoeven te doen. Ja. Nee. Ja, ik weet niet hoor. Als ik dit zo hoor, dan denk ik toch echt dat ze in Irak eerder een nieuwe regering hebben dan wij in Nederland. En waarschijnlijk nog een stabieler ook. Ja, het is niet echt leuk, maar het is wel waar. Ja. Een beetje als mijn boek eigenlijk. Ja, ja, maar die had u al gelezen. Nou ja, het wordt hier een beetje gesuggereerd alsof wij heel lang bezig zijn met de kabinetsformatie. Terwijl ik toch het idee heb dat we behoorlijk op stoom zijn. Ik denk dat als we in dit tempo doorgaan, dat we nog voor de volgende verkiezingen een nieuw kabinet hebben. Het is ook zo dat, ik heb zoveel vertrouwen in deze samenwerking, dat we ook bezig zijn om het wekelijkse gesprek met de minister-president om te vormen in een nieuw programma, wat wij samen gaan presenteren. Ja. En de werktitel is, kom maar neuken, doe je zo. Juist. Meneer Bos, u ligt nu voortdurend met het CDA overhoop. U ligt ook overhoop met een deel van uw achterban. Vindt u het nou wel leuk, politiek? Het is natuurlijk allemaal niet makkelijk. Het zijn ook geen makkelijke tijden nu met die oorlog en dergelijke. Nee. Ik denk af en toe met weemoed terug aan mijn beginperiode bij Shell. Ja. Daar wist ik tenminste één ding zeker. Daar draaide alles om de olie. Ja. Goed, nou zie ik u ook voortdurend op tv. Iedereen beloven dat u met ze in debat gaat. Met de partijtop en met de man in de straat. Maar hoe krijgt u dat dan voor elkaar met al die mensen in debat? Ik zal u heel eerlijk zeggen. Af en toe zet ik ook wel eens mijn integere luistergezicht op. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Maar u luistert niet echt dan. Sorry? Ik wil even met u naar de oorlog in Irak. Het is duidelijk, hè? De Amerikanen en de Britten die stuiten op veel meer verzet dan ze verwacht hadden. Nee, was het niet René Descartes die ooit een keer zei, oorlog is mensenwerken? Oh, nee, dat was ik. Oh, ja. Dat was altijd ook. Maar waar het mee om gaat, die hele operatie die gaat veel langer duren dan ze gedacht hadden. Ja, omdat we geen militaire steun geven natuurlijk. Ja, maar... Nee, Jan-Peter, geen militaire steun. Precies. Nee. Mooi. Maar, het is natuurlijk wel af en toe triest om te zien. Dan zie je die beelden van zo'n Apache-helikopter in het woestijn die dan is neergestort. En dan denk je onwillekeurig toch bij jezelf, dat hadden onze jongens ook heel goed gekund. Ja.
Dat is waar. Ja, ik moet ook zeggen, ik kijk ernaar en ik verzuip in de informatie. Nou las ik weer een bericht. VS laat dolfijnen mijnen opsporen in de Persische Golf. Dolfijnen worden ingezet om... Ja, lijkt me nogal wieders. Want? Nou ja, ze hebben het eerst met kamelen geprobeerd, maar die kunnen dus heel slecht zwemmen. Ja, ik wil hier toch even een kanttekening mee maken. Wij van de PvdA zijn er sterk op tegen dat er grappen worden gemaakt ten koste van dieren. Oh. Hoewel ik wel gemerkt heb dat er wel enigszins om gelachen werd. Dus enig draagvlak is wel aanwezig, dus in dat geval... Kan het toch weer wel. Ja. Oh. Ja. Nou ja, Nou had de coalitie verwacht, hè, dat ze als bevrijders werden ontvangen door de Iraki. Maar dat valt ook tegen. Nou, dat wil ik toch met klem tegenspreken. Ik heb afgelopen week toch in de krant een foto gezien van een aantal Irakese krijgsgevangenen. Ik weet niet of die foto hier aanwezig is. Maar nou kom ik zelf niet van beneden de rivieren, maar volgens mij zijn ze hier op de rivieren. Ja. Goed, het is al veel opgemerkt deze week. Het eerste slachtoffer eigenlijk van deze oorlog is de waarheid. Mooi gezegd. Dank u. Er zijn bijna geen journalisten meer in Irak. En de journalisten die er wel zijn, die zijn dan weer gelieerd aan de troepen. Eigenlijk hebben wij onze hoop gevestigd op één man die onvermoeibaar op zoek gaat naar de waarheid. Hallo! Ja hoor, daar ben ik weer. Gerrit Joling met de waarheid. Er is weer een hele hoop geschreven deze week natuurlijk in de bladen. He, er staat in de Weekend staat bijvoorbeeld dat Emil Ratelband die zou op bezoek zijn geweest bij Saddam Hussein. Nou, die gaan we even bellen. Kijken of dat waar is. Even zoeken hoor. Rasterverspilling, Donnie Tober, Lia Valk. Ratelband, die heb je hem. Gaan wij even kijken. Daar gaat het over. Dag. Hallo Emiel, hallo, met Gerrit Joling. ja, Chaka, zeg, ik wou je even vragen, ik lees hier in de bladen, lees ik dat jij op bezoek bent geweest bij Saddam Hussein. Dus ze schrijven natuurlijk van alles over die man, ze schrijven maar raak. Staat bijvoorbeeld in de Time die zijn eigen broer heeft vermoord. En ja, en ik lees in de Newsweek dat hij een generaal in Sur zou hebben gedoopt. En dan lees ik in de Economist dat hij zijn haar zou verven. Ja, je weet niet meer wat je moet geloven, hè. Dus we dachten wel aan jou, want jij bent bij hem op bezoek geweest. Ja, je bent een ander mens geworden, hè, ja. Ja, dat geloof ik, ja. Ja, s'nachts in tranen, ja. Prima, zeg, hey. Maar wat ik jou wil vragen is, hoe moeten we daarheen rijden? Ja, want we zijn nu in Bagdad. Ik heb er niet een plan in, maar daar staat in dat we bij de markt linksaf moeten en de hele markt lag van de aardbodem. Ja, dat geeft niks. Dan rijden we gewoon rondjes. Ik ga je hangen. Ja, dat zei ze, dat moet zijn ook. Ja, dat ben jij toch geitig, Emiel. Prima. Cheerio. Ja, oh wacht, rij maar even terug. Ik zie een hele leuke snor. Vraag het even aan hem. En nu ga hij mojahed doen. En lapta lodrubo adwa kumbiko ahwa jedda. En lapte tahmilona ha. Hé, Saddam. Ik wacht hier naast je leven. Allah bapars. Nou, ik vond het een hele sympathieke man. En zo zie je maar. Die bladen die schrijven me wat. Die weten ook niks. What's your name? Gerrit Joling. Where are you from? Schagen. Division? Divisie B, categorie bekende Nederlander. No. Your number? At your service. Shut up! Your number? No more boleros! Shut up! No more fucking boleros! Allereerst is hier nep-baron en ingetrouwde prins Edwin de Roy van Zuiderwijn.
bioloog, publicist, VARA-collega Midas Dekkers. En fractievoorzitter van de VVD, Gerrit Zalm. Neemt u plaats. Neemt u plaats. Ja. Meneer Zalm, welkom. Ik wilde een beetje met u beginnen. U heeft afgelopen zondag, had u Bos en Balkenende gemaand haast te maken met die formatie. Klopt, ja. Want anders zei u, laat ik het oude kabinet weer regeren. Ja, en maandag was er een akkoord, hè? Ja, nou, dat hebben we gezien. Samen naar buiten, heren. Samen naar buiten. Ben je het eens geworden? Nou, het is goed om te zeggen dat zowel PvdA als CDA-delegatie een belangrijke mate overeenstemming bereikt. Ja. Ja, en dan zijn er dus nog mensen die beweren dat ik geen invloed meer zou hebben in Den Haag. Hè? Ja, meneer de Rooij van Zuiderwijn, welkom. U had wat, aanvankelijk wat aarzelingen om hier te komen, hè? Maar toen hebben we afgesproken, oké, we gaan open kaart spelen. Dus dat wil ik zeggen, kijk, dat zijn de camera's, die staan hier gewoon open en bloot. Geen verborgen camera's. Dit is, mijn microfoon zit hier, dat is ook niet een verborgen camera. Dat zijn echt spijkers die er in het blok zitten, dus geen schroefjes die als microfoon werken. Wow. Dus eerlijker kan het niet zijn. Het enige is dat in de letter P, daar zit de voorlichter van het Koninklijk Huis, Eef Brouwers. Dus dat is het enige. Goed. Dat past toch helemaal niet? Dat was een grapje, meneer Zuiderwijn. Wat is de grap dan? Zit hier een andere letter of zo? Nou, laat maar. Nee, nu wil ik het ook weten. Nee, maak je van even al vriend. Is hij er? Is hij er niet? Duidelijkheid, graag. Het is humor. We willen een beetje relativeren. Dingen niet groter maken dan ze zijn. Nee, ik heb hier geen trek in. Nou, ja. Ik weiger te worden neergezet als een van de domme vent. Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford. Ja? Ja. Ik denk sneller dan de meeste mensen. Oh. Als normale mensen bij A zijn, dan zit ik al lang bij... B? Bij B, ja. Ja. Ja, dat was ik al, ja. Ja, goed. Mooi. Ik kom zo meteen nog even bij u terug. Midas Dekkers, ook welkom. Nou, jij hebt ook de vrouwen tegen je in het harnas gejaagd. Want kijk, dit las ik van jou. Blad Intimé. Midas Dekkers. Vrouwen hebben de verkeerde hormonen om carrière te maken. Ja. Heel vrouwelijk Nederland op de kast. Ja, dat zeg ik natuurlijk niet om te klieren. Oh. Dat is gewoon de natuur. Oh? Ja. Als mannen geschikt zouden zijn om thuis voor de kinderen te zorgen... Dan had de lieve heer ze wel 2 tieten gegeven. Ja. Maar aan de andere kant, als mannen zelf tieten bij zich hebben... ja, dan komt er niks meer uit hun handen. Nee, dat is waar. Nee, niet echt. Even meneer de Rooij van Zuiderwijn, even een vraag over wat die zorgtaken betreft. Hoe is de taakverdeling bij u thuis, mag ik dat vragen? Dat is vrij simpel. Margriete geeft het geld uit en ik betaal de rekening niet. Juist. En niemand betaalt de belasting. Oké. Okay. Kun je even je bek houden, je dokers? Fijn. meneer Rooij van Zuiderwijn. Ja. Er wordt veel over u beweerd. Hè? U zou een nepbaron zijn. Ja, ja. U zou niet de goede partij zijn voor Margarita. Ja. Er wordt zelfs gezegd dat u een zelfgemaakt familiewapen heeft. Ja, dat is verslagen onzin natuurlijk. Zelfgemaakt. Ja. Heeft er toch verdomme personeel voor. Ja. Ja. Maar nou heeft u aangekondigd, en dat las ik in de Telegraaf... u komt met clusterbommen, nog 20 clusterbommen laten vallen... om hun gelijk in de veten met de Oranjes te bewijzen. Wat had u zo al in gedachten aan clusterbommen dan? Nou, ik wil het best even uitleggen. Dat kan ik het beste doen met behulp van deze kaart. Ja. Dit is de battlefield. Dit is waar we heen willen. Den Haag, Huis ten Bosch. Nou, we trekken op vanuit zuidelijke richting, vanuit Frankrijk. Ja. Dan komen we eerst langs Paleis het Loo. Ja. En dan gaan we een vleugel onschadelijk maken. Pardon, u gaat een vleugel van het paleis onschadelijk maken? Nee, het is de vleugel van Pieter van Vollenhoven. Juist. Stomen we door naar Soestdijk. Daar hebben we al een vleugel vrijwel helemaal in ons bezit. Ja. Er is alleen nog één oude Duitse scherpschutter die zich weigert over te geven. Ja. Maar die pakken we ook nog wel. Ja. Dan wil je naar Den Haag, maar dan moet je hier zo langs Delft. Ja. En dat wordt de spreekwoordelijke bottleneck, ben ik bang. Daar schijnen een heleboel Oranjes zich ingegraven te hebben. Ja, oké. Okay. Nou... Dank u wel voor deze uitleg. Ja. Ik wil naar het grote nieuws dat iedereen... Dit was geen groot nieuws? Nee. Okay. Ik wil naar het echt... Nee, fijn. Ga lekker door. Ja. Dank u wel. Ik wil naar het echt grote nieuws. Dat is SARS, de bericht over SARS. De hele wereld is in rep en roer. Ja, en terecht. Ja. Als je eenmaal de SARS onder de leden hebt, nou, dan haal je de nieuwe aardappeltjes niet meer. Nee. Maar ik begrijp de grote ophef niet zo goed. Want eerst hebben we jarenlang met z'n allen lopen mopperen dat de aardkloot zo vol is. Wordt er eens wat aan gedaan van hoge rand, is het weer niet goed. Ja. Wat ik nou zo opvallend vind, de arts die het ontdekt heeft, is er nu zelf aan overleden. Ja, dat is wat mij betreft de ultieme vorm van je werk met naar huis nemen. Ja. Dat is ook af te raden. Ja. Ik wil nog even terugkomen op wat ik eerder in de uitzending zei over dat akkoord. Sorry, dat mag je even onderbreken? Bossen en Balken. Mag je even onderbreken? Dat is eigenlijk een vrij belangrijk punt. Mag je even onderbreken? Nou, ja, zeg maar.
Nee, ik heb zelf ook niks, maar het begint een beetje een lulverhaal te worden. Oh. Sorry, maar ik zit hier. Mag ik even nog wat vragen? Ik wil ook weggaan. Oh, nee, nee, ik wil hem wel wat vragen. Dat over die clusterbommen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat komt er dan? Informatie. Ik heb geheime informatie. Ja? Betreffende het Koningshuis. En die ga ik te zijner tijd ga ik die... Ja, maar geheime informatie zoals? Ja, als ik het zeg, is het niet geheim meer. Hallo? Ja. Nee, maar luister even. Luister nou. Wie A zegt... Oké, die moet B zeggen, dat besef ik. Ja. Maar ik was op de C, dus ik moet even terug. Nou, voorbeeldje. Ja. Willem-Alexander, 10 jaar geleden vervangen door een dubbelganger. Hij kon het leven niet meer aan. En die leidt sindsdien een bandeloos leven in de grote stad onder een schuilnaam. En onder welke schuilnaam? Gordon. Oh. Ja. Meneer Zalm, het ziet er nou uit dat de nieuwe regering er nu toch echt aankomt. Hè? We zagen het net al in dat fragment. Ze gaan nu echt formeren, maar dat kan toch niet alleen komen door uw dreigement? Hè? Dat het is een belangrijke factor natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet de enige. Ze zijn ook samen Bos en Balkende naar die wedstrijd van Nederland-Tsjechië geweest. Ja. En ik heb meerdere bronnen. Er is een vrij actief fractielid binnen de VVD. En die heeft op de dag van het akkoord opname gemaakt met een eigen home videocamera. En als je die opname ziet, dan begrijp je heel goed waarom er in de wandelgangen wordt gesproken van het poffertjesakkoord. Laten we even kijken naar de beelden. Samen naar buiten, heren. Ben je het eens geworden? Nou, het is goed om te zeggen dat zowel PvdA als CDA-delegatie een belangrijke mate overeenstemming bereikt. Ja. We gaan het nieuws weer doornemen met 3 mensen die daar op de een of andere reden zelf deel van uitmaakten. Allereerst is hier ex-Philips Topman, tegen wie deze week een proces begon wegens handel met voorkennis, Cor Boonstra. En dan binnenhuisarchitect en allesontwerper Jan de Bouvry. En dan de roeptoeter van Saddam Hussein, de minister van Informatie, all the way from Irak, Mohammed Said al-Sarraf. Ja, oké.
Meneer Boonstra, om met u te beginnen. Wat ik u vragen wilde. Waarom neemt een man die al ruimschoots multimiljonair is het risico om net iets rijker te worden door middel van handel met voorkennis? Hoe is het mogelijk? Dat is nou precies wat ik u... Ja, dat vermoed ik al, ja. Ja. Dat hangt in de lucht, daar heb ik een bepaalde antenne voor. Ja, maar het zijn ook precies de woorden die ik, exacte formulering die ik wilde gebruiken. Nou ja, wat voorkennis. Dat betreft scheelt het dat ik... Even op uw kaartje heb gekeken vlak voor de uitzending. Ja, precies. Goed, nou, mooi. Ik kom zo bij u terug. Ja, dat weet ik. Tenminste, ik weet het niet, ik vermoed het natuurlijk. Ja. Het is vaak zo dat de mensen die hier zitten in het begin geïntroduceerd worden en dat u dan daar later bij terugkomt. Ja, klopt. Ik weet het, in het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Maar het is, je kunt gevoeglijk aannemen dank dat mensen die geïntroduceerd worden. Ja, dank u wel. Goed, ik wil naar meneer de Bouvry. Jo, zeg toch, Jan. Ja, nou. Jan, jij was ook in het nieuws, want jouw wooncentrum, het Arsenaal, bestaat 10 jaar. En, ook belangrijk nieuws, de Bouvrietjes richten de Euromast in. U gaat de Euromast restylen. Ja, eindelijk. Ik heb altijd zo'n lelijk gebouw gevonden. Oh. Mag ik daar nou eens een schetsje van laten zien? Ja, laat u dat eens een schetsje. Kijk, je komt hier dus binnen, hè, bij de deur. Ja. En het mooie van een deur is als je een deur dicht doet, dan creëer je intimiteit. Ja. Maar zet je hem open, dan kun je heerlijk naar buiten. Ja. Dat lijkt mij een open deur. Ja, of een dichte deur natuurlijk. Ja, okay. Dat is het duale van zo'n deur. Ja, goed. Dat is het mooie, die krijgt een uitprachtige sfeer. Ja, mooi. Maar wat ik nou echt wil weten, u gaat hem restylen. Hoe gaat u dat aanpakken? Ik ga die hele toren terugbrengen tot de essentie. Juist. Hè? Dus ik ga hier die hele rare, dat antenne ding, dat gaat er vanaf. Ja. En weg met die malle mast. Ja. Dus wat ik in feite overhoud, is deze heerlijke laagbouw. Oh ja. Ideaal voor mensen met hoogtevrees. Want als die op het dak gaan staan, dan zijn ze ook meteen het afschuwelijke uitzicht kwijt. Ja, ja, want u gaat zo'n beetje de hele sfeer bepalen van Rotterdam. Nee. Dat doet mijn vrouw, hè. Oh. Monique de Bouvry. Topstyliste Monique de Bouvry. Ah. Zij heeft sfeer. Ik heb vorm. Juist. Ik had natuurlijk liever een vrouw met vorm gehad, maar je kunt helemaal niet alles hebben. Goed. Oké, nou, ik kom ook nog bij u terug. Ik wil even naar de minister van Informatie van Saddam Hussein, meneer Al-Sahaf. Welkom in Nederland. Ik zeg het even bij, want u wordt simultaan vertaald. Dat zeg ik er even voor de kijkers bij. Deze hele batterij microfoons is trouwens niet nodig, hè? Oh. Je hebt tegenwoordig een klein tafelmicrofoontje van Philips, die vangt alles op. Oh. No, that is a lie. You must make things better. Hmm. Ja. Wat mij opvalt is, we zagen u heel veel in beeld en opeens was u er de afgelopen dagen niet meer. En tot mijn verbazing zit u opeens hier in Holland. No. I would never leave the glorious country of Iraq. You know, not even to piss on your grave, you son of a motherless pimp. You're pissing your pants. Nou, goed. Welkom, meneer Sahaf. Thank you. Call me Said. Ja. Baghdad is gevallen. No. Nee. We slaughtered all of them American apes. Oh. These sons of Zionist prostitutes, they found their graves in beautiful Baghdad. May Allah give them testicular cancer. On two balls. Ja, dat is altijd heel belangrijk, hè. Zorgen voor symmetrie. Ja. I love symmetry. You have a sick mind. May Allah shave off your moustache. Ik heb sowieso geen... I have no moustache. That is the power of Allah. Thank you. Ja, goed. Nee, thank you, Philly shave bedoel ik. Ja, oké. Okay. Wat ik wil weten, is Saddam nou het land uit of... Nee, natuurlijk is die niet het land uit. Je gaat toch niet het land uit voordat je een akkoord hebt over je exitpremie? Ja, wacht even. Een exitpremie, gouden handdruk, heeft het hele land naar de kloten geholpen. Nou en, dat is toch geen enkel beletsel. Tenminste, in het Nederlands bedrijfsleven is het geen enkel beletsel om toch niet weg te gaan voordat je een gouden handdruk hebt gehad. Goed, maar meneer Saif, u kunt toch niet volhouden dat het regime nog steeds in het zadel zit? Het lijkt wel alsof u alles ontkent. Dat is een absolute lie. That is not true. I have ultimate proof. Ultimate proof that the city of Baghdad, the whole city is safe. There is even famous pop groups performing in Baghdad right now. Pardon? Yes, famous. You look at the images. Pop groups in Baghdad? In Baghdad.
Ja, dat vind ik dus echt hartverwarmend om te zien, hè, wat die jonge mensen daar dan in dat verre land dan gedaan hebben. En dat ze die mensen die het toch al zo moeilijk hebben, dat ze die zeg maar een hart onder de riem steken. Hè? En dat, dat die mensen ook wat anders horen dan van die muziek die ze dan hebben om die slangen te bezweren. En dan voor de plaats krijgen ze dan de palingsound. Dus eigenlijk, is het het moderne zendingswerk dus wat die mensen van BZN dan doen daar. Dat vrolijkt uw huisvrouw een bestaantje wel aardig op. Ja, zeker. Ja, dat vind ik hartstikke mooi om te zien, jongen. Intussen zit natuurlijk wel half Nederland aan de stoelpoten van Jan-Peter Balkenende. Ja, nou, dat was bij mij op een gegeven moment ook echt een doorn in het oog. En toen heb ik ook echt daar iets van gezegd. Toen ben ik ook echt naar één programma toegegaan. Ja. Ja, precies. En daar ben ik toch ook echt even met de vuist op tafel. Dat, want als Jan mijn zoon komt, dan dat gaan we zo meteen ook even bekijken. Ja. Ons laatste onderdeel waarin we het nieuws weer door gaan nemen. Het nieuws van de afgelopen week met drie mensen die om wat voor reden ook deel uitmaakten van het nieuws. Allereerst is hier journalist in rusten Willem Oltmans. CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. En LPF-leider Matt Herber. Welkom. Welkom, meneer Oltmans, Matt Herben. En ik wil met u beginnen, Maxime Verhagen van het CDA. U bent voorzitter van het CDA. Het is wel weer eens wat anders, want meestal hebben wij hier Jan-Peter Balkenende in het programma. Ja, het leek ons niet raadzaam om de grote verlosser van het CDA uit te nodigen. Eén dag na Goede Vrijdag op een programma waar heel veel spijkers aanwezig zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Er wordt een beetje gegniffeld, maar bij de KRO zou dit een knaller geweest zijn. Maar die rode rakkers zijn natuurlijk niet zo bijbelvast. Goed, maar... Jongens, ik heb eitjes meegenomen, hè? Ja. Jongens, ja. En niet alleen witte, maar ook puur met praliné en melk met nougat. Gewoon een hele zak diff-assortie eitjes meegenomen. Ja. Wat betreft ben ik blij dat Winnie de Jong uit de fractie is gestapt, want die knikkerde consequent alle bruine eruit. Meneer Herben. Ben ik in terecht gekomen. Ja, ik kom zo bij u, meneer Oltmans. Meneer Herben, u was weer volop in het nieuws deze week. Want ja, de formatie met de Partij van de Arbeid is mislukt. En nu zoekt het CDA toenadering tot LPF en D66. Ja. Het meisje waarmee niemand wilde dansen is uitgegroeid tot een bevallige verschijning. Ja. Ik vind het een mooie vergelijking. Ja, dat is de lente, dat haalt de dichter in mij naar boven. Hè? Ja. Maar ja, nou heeft weer, hoe heet het, u bent nog niet in beeld. Of de pleuris breekt uit. Ja, en ineens is die bevallige verschijning dan toch weer dat onbehouden mokkel dat iedereen op de tenen trapt. Ja.
Dat is ook wel raar, want eerst die Gerard van As ging Balkenende beledigen en Zalm. En uw voorzitter Maas die ging zitten stoken in het vuurtje. Dat is toch niet slim? Dat is toch niet slim. Maar Zalm is begonnen. Oh. Zalm is begonnen, ja, heel duidelijk. Kijk maar, doorgaan met de LPF lijkt me bizar. Terwijl we zijn zo goed bezig de laatste tijd. We waren zo'n stabiele fractie. Al 2 weken lang. En dan denk ik, wat moet ik dan doen? Moet ik dan Ed Maas en moet ik Gerard van As en Oscar Hammerstein en Hilbrand Nalen? Moet ik die uit de partij zetten? Is dat dan de manier om rust in de tent te krijgen? Ja, maar dan blijft u wel alleen over. Ja, dan heb je natuurlijk wel eenheid. Ja, ja. En dat zou Pim graag gewild hebben. Jongens, neem me eitjes. Ik heb geen zin om mijn eentje misselijk. Meneer Oltmans, u ook welkom. Ja, dank u wel, meneer. U bent uw halve vriendenkring kwijtgeraakt, hè? Hoe bedoel je dat? Nou, het Iraakse regime is omvergeworpen. Wat is dat nou voor een rare, insinuerende opmerking, Spijkerman? Ja, ja. Ik vond dat je je tot nu toe leuk ontwikkelde, maar dit valt me lelijk tegen. Luister, ik heb er een hoop vrienden verloren, maar ik weet precies waar ze zitten. Tariq Aziz. Ja. Dat is een goede vriend van mij. Ik weet precies waar die zit. Ik heb het allemaal opgeschreven in mijn dagboek. Maar ja, niemand wil het lezen. Nee, dus dat krijg je. Ja, goed. Nou, ik kom straks nog even bij u terug. Ik wil nog even naar Maxime vragen. Ja. Neemt u de LPF nou nog steeds kwalijk dat ze uw premier zo hebben afgekraakt? Ja, het is natuurlijk allemaal weinig verheffend wat er gezegd is. En, ja, maar daarmee zegt u dus eigenlijk ook dat u niet verder met de LPF wil. Kijk, wij sluiten op voorhand niemand uit. Het is natuurlijk wel zo dat het land moet weer geregeerd worden. Het land hoeft helemaal niet geregeerd te worden. Dat is het grote misverstand. Zodra ze gaan regeren, gaat het mis. Democracy is modder, Spijkerman. Schrijf dat nou op die kaartjes van je. Democracy is modder. Ja, Irak had stability. Oh. Daar was een leider en het volk was doodsbang voor de leider. Hier is de leider doodsbang voor het volk. Dat is heel vervelend. Ja. Spijkerman, wie is overigens die glibberige jezuïet met die kermisdas? Maxime Verhagen. Wat zeg je? Maxime Verhagen. Benzinewagen? Maxime Verhagen. Speak up, jongen. Spreek je moerstaal. Ik kan het niet verstaan. Ik kan mijn moederstaal wel spreken, maar die is helemaal onverstaanbaar. Die moet zelfs thuis ondertiteld worden. Auw! Tussen. Krijgen we nou? Zilverpapier op mijn vullingen. Ja. Ik krijg een hele schok door mijn hele... Ja. Zouden ze dat bedoelen met groene stroom? Maar meneer Vragen, niet alleen de LPF had kritiek op Balkenende. Ik heb ontzettend veel kritiek gelezen. Voor Balkenende lijkt de vrije val begonnen. Over en uit. Balkenende leugens. Is niet de baas. Leugens, allemaal leugens. En dan hebt u deze nog niet eens laten zien, hè? Basta, Balkenende moet opstappen. Ja. Het is heel insinuerend met die eenzame foto van Jan-Peter. Ja. En, is hij goed in beeld? Ja hoor, ja. Dat is pure karaktermoord wat ze hier aan doen zijn. Ja. Nou, het nieuws van deze week is natuurlijk de Volkert van de G. En de gevangenisstraf 18 jaar die hij kreeg. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Dat is natuurlijk schandalig, 18 jaar. Ja. Schandalig! Ja, en want daar komt nog eens bij dat hij... daar maar 12 jaar van hoeft te zitten. Want 18 jaar is in de praktijk 12 dus jaar. Voor justitie is 12 jaar hetzelfde als 18 jaar. Ja. Ik mag hopen dat de zedenpolitie dat beginsel ook door gaat voeren. Dat is wel interessant. Ik heb trouwens een... Ik heb een gerechtelijke tekening gezien van dat heerschap, die Volkert. Maar dat is geen onaantrekkelijke jongen, hoor. Toch niet? Ik denk als die in 2014 vrijkomt dat ik hem ga opwachten. Tegen die tijd ben ik 85, dan moet ik het een beetje hebben van jongens die al 10 jaar geen seks hebben gehad. Meneer Oltmans. Wat voor land leeft die Spijkerman? Meneer Oltmans, luister, u was tegen die oorlog. Ik ben nog steeds tegen die oorlog, denk je? Maar u zult nu toch toe moeten geven dat het toch wel goed afgelopen is? Kom je daar, het is helemaal niet goed afgelopen. Het hele land ligt in puin en dit is niet alleen Bagdad, het is ook Basra. En Kirkut en Mosul en het is in al die steden is het Selamat Makam. Het is echt afschuwelijk. En die musea, heb je ze gezien? De bakermat van de Nederland, de hele wereldbeschaving, die wordt daar geplunderd. Echt waar? Ja, ze hebben daar de prachtigste kunstvoorwerpen geroofd. Dit is een Sumerisch ruiterbeeld uit de Nassak-tijd. Dat is ongeveer 2600 voor Christus. En het is een gaaf exemplaar dat je normaal gesproken alleen in musea tegenkomt. Ja, ik moet je zeggen, ik was ook geschokt om te horen dat het bij meneer in de vensterbank staat. Zo. Nou, dan heb ik goed nieuws voor meneer. Want een dergelijk gaaf exemplaar zou ik toch taxeren, verzekeren voor een bedrag van 6,5 miljoen euro. Dat is niet mis. En mag ik meneer vragen wat u destijds bereid bent geweest daarvoor te betalen?
kunst en kitsch is deze week te gast in het tweestromenland tussen Tigris en Eufraat. We zijn te gast in het Louvre van het Midden-Oosten, het Nationaal Museum in Bagdad. Pieter Baghdad, aardewerkdeskundige. Dit lijkt mij een pronkstuk. Dit is een absoluut topstuk. Dit is een vaas uit de tijd van koning Hammurabi. Het mooie van dit type vaas is, in de hele wereld zijn er maar 2 exemplaren van in omloop. Bijzonder, heel bijzonder. Wat betekent dat nu voor de waarde van deze vaas? Dat heeft te maken met schaarste. Kijk, deze 2 vazen zijn al heel wat waard. Maar stel dat het er nou 1 was, dan zou de waarde van die overgebleven vaas zomaar kunnen verdriedubbelen. Deze overgebleven vaas zou ik dan laten verzekeren voor zo'n bedrag van 75 miljoen euro. Ja, dat principe blijft niet oneindig doorgaan, hè? En dan kijken we hier naar een object dat ik nog het best zou kunnen beschrijven als een opbergmeubel. We zien een lade onderin met een speciaal separaat compartiment bovenin. Theo Miedema, waar kijken we hier naar? Dit is een koelkast. En wat is dit waar? Meneer hier naast mij heeft een portret meegebracht van een vriendelijk ogende man met snor die lachend in de verte staart. Familie van u? Mevrouw hier komt met een zegelring met een vrij forse steen. Het leuke van deze ring, Kees, is dat de steen vrij makkelijk van de ring te verwijderen is. Oh, wacht. Nou trek ik de pen eruit. Wat kun je even zeggen over de waarde? De 5 seconden. Ja, de waarde. Moeilijk te zeggen. Ik heb aan het slot van dit programma weer 3 bekende Nederlanders die een licht laten schijnen over het nieuws van de afgelopen week. Allereerst is hier demissionair minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier, VVD'er Johan Remkes. En dan de fractievoorzitter van D66, Boris Dietrich. En tenslotte cabaretier, presentator, marathonloper, veelzijdig talent Dolf Jansen. Dolf, ga even rustig zitten. Ja, je zegt veelzijdig, Jack, maar je zegt al meteen 2 dingen die ik niet kan. Rustig en zitten. Nee. Dolf, jij gaat vanaf na de zomer... ga jij voor de VARA een late-night programma doen, ja, hè? Ja, ja. Betekent dat dat je stopt met je huidige programma? Nog een vraag? Wat een lang interview, Jack. Vinden mensen dat niet saai? Nee. Dat deden wij nooit bij Later Wordt Het Later. Wat even, later wordt het later. Later wordt het leuk. Ja, zo heette het eerst. Maar ja, het werd steeds later en later en het wilde niet leuk worden. Nee. Maar goed, ik kom even zo bij je terug, Dolf. Kan ik intussen iets voor mezelf doen? Ja hoor. Ja, ik heb nog 2 columns die geschreven moeten worden en een gedicht. Dus, ja. En dan heb ik precies 20 minuten en dan kan ik beginnen met de voorbereiding van de oudejaarsconferentie. Oké, ga ik even naar Boris Dietrich. Welkom. Ja, u heeft me verbaasd. U zou niet meedoen aan de formatie. U was onverbiddelijk, hè? U zei meteen naar de verkiezingen, wij doen niet mee. En nou zit u toch aan die onderhandelingstafel. En dan denk ik, wat is uw nee nou eigenlijk waard? Nee is toch nee? Nee, aan zich is wat mij betreft absoluut geen nee. Niet per se nee. Ja, maar dan kunt u toch beter meteen ja zeggen? Ja is dan meteen weer zo'n groot woord. Nee, dan kies ik liever nee. Want nee impliceert ook een mogelijkheid tot misschien. Ja. Ja. Ja ook. Ja, zeker, ja. Ja. Ja, dus ja of nee betekent bij u altijd misschien? Wie weet. Trouwens, sorry dat ik hier een beetje laat was. Ik heb urenlang zitten vergaderen met de partijtop. Oh, waarover? Ja, over hoe ik hier naartoe moest met de trein of met de taxi. Ah ja, wat is het geworden? Treintaxi. Ja. Ja, echt een goed D66 compromis. Ja, goed. Ik kom straks bij u terug. Vind ik goed. Ik weet niet of het met de heren ook in orde is. Ja, bij D66 zijn we natuurlijk altijd erg voor de democratisering van het hele proces. Begrijp. Misschien moeten we er even over stemmen. Nee. Hoor ik daar een opening naar misschien? Nee. Nee.
Ik wil naar meneer Remkes. Meneer Remkes, welkom. Ja, u staat zo langzamerhand toch wel bekend als een behoorlijke flap uit, hoor. Vorige week liet u zich meteen uit over die strafeis tegen Volker van de G. Afgelopen weekend ging u staan te roepen dat u het eens was met die rechter die softdrugs wilde legaliseren. En deze week heeft u het SGP helemaal afgeserveerd, terwijl die nog aan het praten zijn met Salm en Balkenende. Hallo Jack, dat is toch geen vraag, dat is een column. In de tijd dat jij een vraag stelt, had ik al drie keer naar de kapper kunnen gaan. Ja, dat is waar. Maar goed, ik wil toch even naar meneer Remkes. U praat steeds voor uw beurt, is me opgevallen, en over onderwerpen die helemaal uw terrein niet zijn. Ja, ik mag toch zeker zeggen wat ik wil. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ja. En met een bek als de mijne wilde dan nog wel eens wat rotters uitkomen. Ja. U kunt niet ongestraft van alles roepen. Er is nou eenmaal een regeringsstandpunt. Ja, ik ben vicepremier van die regering en de enige boven mij heet Balkenende. Dus wie fluit me terug? Ik zie geen enkele reden om een blad voor de mond te nemen. Aha. Ik wil even het algemene onderwerp ook doornemen. De wereld is in rep en roer over SARS. We hebben alles onder controle. Toch? Ja, en bovendien zijn de symptomen heel makkelijk te herkennen. Namelijk? Hoesten en doodgaan. Ah. Geen enkele reden tot paniek. Aha. Maar de vogelpest wordt ook hoe langer hoe erger. Ook alles onder controle. Oh. Het duurt gewoon een tijdje voordat we alle kippen hebben getraind om zelf een mondkapje om te doen. Dat duurt. Ze zeggen wel eens kip het meest veelzijdige stukje vlees, maar dat valt nog vies tegen. Ja. Dolf, ik wil even weten. Jij bent hier ook omdat Lebbis er is, die mij er gratis bij krijgt? Nee, jij bent hier omdat ik aan het hardlopen was en toevallig toch in de buurt was? Nee, jij bent hier meer omdat ik op de lange of korte termijn altijd alle programma's van jou overneem? Nee, ook niet. Je bent hier omdat je in de Libellen stond. Een dubbel interview met je moeder. Jij leest? De Libellen? Mm-hmm. Nee, tuurlijk. Nee, moet je. Bij de kapper? Ja. Oh, bij mijn kapper liggen er hele andere bladen. Autovisie, Kampioen, Penthouse. Wat is dat voor kapper? Nou ja, het is eigenlijk een autospuiterij. Juist. Maar goed, nou doe jij ook mee aan die spotjes voor 4 en 5 mei, ja. Hè? Ja, vind ik altijd een ontroerend moment, 4 mei. Ja. Vanwege de 2 minuten stilte. Ja. Is dat ook moeilijk? Ja. Nou ja, ik ben er nu op aan het trainen en ik denk als je iets echt wil, dan moet het ook lukken. Ja? Dus als jij even timed? Ja. Hoe lang was het? Nou, het zit er nog niet helemaal in. Wacht even, het is misschien goed om even een stukje te gaan hardlopen. Ja, oké, dat half. Goed. Oh leuk, hardlopen. Ook deze week heb ik weer 3 gasten die op de een of andere manier betrokken waren bij het nieuws en die hun licht laten schijnen over het nieuws. Allereerst is hier beeldend kunstenaar, schrijver en natuurliefhebber Jan Wolkers. En zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard. En tenslotte Hare Majesteit Koningin Beatrix. En dat neemt de plaats. Majesteit. Hartelijk welkom, Majesteit. Neemt u plaats. Fijn dat u kon komen. Koninginnedag achter de rug, Majesteit. En er was meteen wat over te doen, want u wilde dat er actie was. Dit las ik in de NRC. De koningin wil uitsluitend actie. Dat zit zo. Als er een activiteit is, kan de koningin er even aandacht aan geven en dan doorlopen. Als een Oolse wienaar stilstaat met een zelfgemaakt voorwerp of achter een tafel met zelfgebakken producten zit, voelt de koningin zich verplicht een praatje te maken. Daarom wil ze actie. Ja. Stilstaande dingen, daarmee praten, dat is meer iets voor mijn zus, Irene. Ja. En ik moet dan elke keer weer dat enthousiasme genereren voor een gesprek, om dat op gang te brengen. En hoe gaat dat dan? Dag burger, hoe lang maakt u die manden al? Waar zijn ze eigenlijk van gemaakt? Van Petriet? Oh, van Petriet. Oh jeetje, is het eigenlijk een traditie van vader op zoon? Hoe oud kunnen de manden eigenlijk worden? Ja, Jack, als ik dat dan allemaal weer hoor, dan vind ik het toch zo jammer dat ik daar nooit bij kan zijn. Hè? Ja, nee, ja. Koninklijke Hoogheid, Prins Bernhard, welkom ook. Nog gefeliciteerd met de verjaardag van uw levenspartner. Tante Kokkie? Maar die is toch in de zomer, ja? Nee, ik bedoel prinses Juliana. Leeft die nog? Maar wie hebben we dan onlangs met z'n allen begraven? Ja, nee, dat was iemand anders. Oh. Meneer Wolkers, welkom ook. Wat heeft u meegebracht? U heeft een doos. Ja, het is een beestje. Echt waar? Ja, het is een opgehokte hobbykever. Oh, mag ik even zien? Een beestje?
Ja. Meneer Wolkers, dat is een krop sla. Ja, nee. Maar daar woont hij, hè. Moet je kijken wat een schitterende krop sla. Ja. Daar woont die kees. We moeten allemaal zachtjes zijn, want hij slaapt. Hè? En als we luid spreken, dan schrikt hij zich te pletter. En dan komt hij nooit tevoorschijn. Ja. Ja, we gaan hier niet de hele avond een beetje zitten fluisteren omdat meneer Wolkers zijn beestje slaapt. Geef die nou maar hier. Die zetten we daar neer. Zo, daar is die goed, hè. Ga maar lekker logeren dan, hè. Ga maar logeren bij de prins. Hè? Ja, daar komt binnenkort een hele vlucht. Meneer Wolkers, er is een kunstwerk van u onthuld. Maar in het verleden zijn heel vaak kunstwerken van u vernield, hè. En dat heeft u nu... Heeft u rekening mee gehouden bij dit monument? Ja, hij is in het water geplaatst. Zodat we dat de vernielzuchtige, dronken jongeren er niet bij kunnen komen. Huh? Ja, tenzij ze een bootje hebben natuurlijk. Hè? Maar wanneer hebben dronken, vernielzuchtige jongeren nou een bootje? Nou, op Koninginnedag bijvoorbeeld. Zag ik nou iets heel geks. Of als het Nederlands elftal een wedstrijd heeft gewonnen. Of als ik met een paar vrienden op de Groene Draak zit. Nou goed, in elk geval, als het kapot gaat, dan kan het in elk geval op onderdelen worden vervangen. Is net Prins Bernhard. Ja. Maar dan mooie, hè? Ja. Goed, majesteit, voorafgaande Koninginnedag heeft het u weer behaagd om de jaarlijkse lintjesregen te doen neerdalen. Maar ja, tot mijn verbazing is er ook een lintje gegaan naar de havenzangers. Nou, onderschat ze niet, hoor. Wat die mannen doen is heel knap voor mensen met een verstandelijke handicap. Majesteit, verstandelijke handicap, er is helemaal niks met ze aan de hand. Precies, dat is de juiste instelling. Het zijn gewoon mensen als u en ik. Ja. Er zijn allerlei enquêtes ook de afgelopen week geweest, hè, naar het imago van het Koninklijk Huis en al dat soort zaken. Kwam er nog goed af, het Koninklijk Huis, moet ik zeggen. Maar majesteit, 47% van de Nederlandse bevolking heeft kritiek op uw kapsel. Ik ben zeer content met mijn koep uit 1860. Daar ga ik helemaal niets aan veranderen. Zeker niet zolang er bij mij een minister-president over de vloer komt met een kapsel uit 1720. Ja, doe mij denken. Wat vindt u eigenlijk van die balkenende? Ik vind Jan-Peter Balkenende op afstand de beste naoorlogse premier. Oh. De oorlog in Irak dan. Ja. Goed, maar ja, op de een of andere manier, ik kan niet om die affaire nou helemaal heen, die Margarita-affaire, want het gaat maar door. Want nou las ik dit bericht weer over Margarita. Margarita wil een onderzoek naar opa. Prins Bernhard, u ligt onder vuur. Want zij denkt dat u het geweest bent die de AIVD, die inlichtingendienst, op haar man heeft afgestuurd om dat te onderzoeken. De Roy van Zijden. Nou, ik heb daar niks mee te maken. En als ik daar wat mee te maken heb, dan is hij zelf begonnen. Nou, hoe bedoelt u, hij is zelf begonnen? Nou ja, de Roy van Zijden, die is begonnen met zijn criminele verleden natuurlijk. Hè. En dat is allemaal een kwestie van timing in onze familie. Ja. Kijk, als je eenmaal in die familie zit, dan kom je overal mee weg. Daar kan ik natuurlijk over meepraten. Maar voordat je erin komt, ja, als je dan wat hebt gedaan, dan blijft dat je hele leven achtervolgen. Stil maar, papa. Wij vinden Edwin een buitengewoon prettige en intelligente, uitermate geschikte schoonzoon. Oh, ja? Alleen niet voor onze familie. Dat is... Ja, het blijft ook een beetje doorrijden, maar het lijkt wel een soort stalker worden. Want dan was vorige week dat koninginnenconcert in het concertgebouw. En wat blijkt, die de Roy Achterwijn werkt achterop van politie, die heeft daar in het publiek gestaan. Wat even? Pardon? Jongens, mag ik wat licht? Mag ik even wat licht daar? Wacht even, meneer. Ik laat een microfoon erbij komen. Kan er ook een microfoon bij, jongens? Nou, dat is meneer de Roy van Zuiderwijn. Ja. Nog eens een open deur in. Ja, mag ik u vragen, is prinses Margarita er ook bij? Natuurlijk is hij er ook. Poppetje, ga eens op de stoel staan. Dag, schatje. Ik ben je schatje niet, ouwe zeikstraal. Nou. Kom lekker naar beneden. Kom hierbij zitten. Gezellig. Nee, blijf maar lekker boven zitten. Dat balkon is gebouwd door een aannemer in Maastricht. Smakeloze grap. Ja? Ja? Er zijn mensen bij omgekomen. Moet je geen grap over maken. Meneer de Roy, ik probeer hier een uitzending te maken. Ja, dan ga lekker door. Okay. We zijn er niet. Ja, majesteit, dit is eigenlijk mijn kans. Bedoel, ze zijn er nu allebei. Wilt u wat zeggen tegen uw nichtje en haar man? Wat wilt u van mij horen?
Margarita dan, wat is er iets wat jij zou willen? Ja, ik zou best in dialoog willen met mijn tante, maar mijn tante heeft een zeer beperkt idee van dialoog. Zij loopt liever langs, hè. Oh ja. Maar meester, u kunt het conflict toch niet blijven ontkennen? Wat wilt u mij ontlokken? Ja. Dat Margarita en dat heerschap zich gedragen als kakkerlakken? Nou. Als parasieten? Ja, als burgers? Ja, Margarita, als burgers! Oh, ik ben er even niet. Maar dat komt niet over mijn lippen uit liefde voor Margarita. Ja, maar ik weet toch niet, wat moet ik hier nou mee? Ik weet toch niet op deze manier wat ik ermee moet? Wat moet er gebeuren? Ik weet, wat moet er nou gebeuren? Ik weet het even niet. Het enige dat ik na 4 lange jaren wil horen is sorry. En geld. Het gaat niet om het geld. Nou, laten we dan een soort compromis maken. Dus bijvoorbeeld zoiets als, sorry, hier is je geld. En dan praten we verder nergens meer op. Ja, ja. Mag ik u direct iets vragen, prinses Margarita? Ja, dat mag. Maar hou het kort, hè. Ja. Ik zou zo graag uw kant van het verhaal eens horen. Wat ik erover wil zeggen, is het volgende. Er was dus een prinsesje. Ja. Haar moeder sprak met alle bomen uit het bos, maar niet met haar. Aha. En zij voelde zich, en dat is even erg moeilijk voor mij om te zeggen, eenzaam. Ja. Maar op een dag ontmoette de prinses een prins, met wie zij wilde trouwen. En dat was een hele lieve man. En zij wist dat hij de enige was die haar echt gelukkig kon maken. Maar die relatie, en dit is even heel moeilijk voor mij om te zeggen, liep stuk. Ja. Ja. En toen liep ze regelrecht in de armen van een boomlange bal met een internetbedrijf. Ja. Maar dat beetje geluk dat haar nog restte, was haar niet gegund. Goed, het begint een beetje een lulverhaal te worden. Dus skip even naar het einde. Toen kwam er een mannetje met een lange slurf of zo. En die diende een miljoenenclaim in bij de Oranje BV. En die kreeg toen heel veel geld. Einde. En ze leefde nog lang en gelukkig. Ja, dat zeg ik. Heel veel geld. Ja. Is moeilijk, hè, nadenken. Ja. Nou, het gaat ons niet om het geld. Het enige wat ik na 4 jaar zou willen horen, en dat is voor mij moeilijk om te zeggen, ja, is sorry. Ja, majesteit, het enige wat het nichtje van u vraagt is sorry. Sorry, Margarita, maar dat kan ik niet. Haha, was dat nou zo moeilijk, Trix? Maar Margarita, ik zei niks, hoor. Jawel, je zei sorry. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wel eens? Nee, niet eens. Wel eens? Nee, niet. Altijd nee, meer dan jou, wel eens, wel eens. La 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 la. Nou ga jij naar je kamer en jij gaat naar je kamer en je komt nou weer terug als je afgekoeld bent. Kijk, dat is wat Nederland nodig heeft. Een sterke man die durft ingrijpen en die de autoriteit durft uit te stralen. En nou is deze uitzending ook afgelopen. Sluit maar af. De aftiteling kan beginnen afgelopen. Klaar. Ik geloof dat waar het beestje niet echt meer toekomen. Nee, dat komen aan het beestje. Weet je wat we daarmee deden in de Tweede Wereldoorlog? Uitroken. Ja. Tot slot, Margarita. Zou u nog het laatste woord willen hebben? Zou u nog iets willen zeggen? Het enige dat ik nog graag kwijt zou willen is het volgende. Dat is niet makkelijk voor mij om te zeggen. Aluminium, millennium, folie. Trouwens, zegt u, wil ook nog? Margarita, oma laat je bedanken voor de bloemen. Oh, vond ze mooi? Ze vond ze heerlijk. Ja,
Deze week weer opnieuw drie mensen die op de een of andere manier zelf in het nieuws waren en die hun licht laten schijnen over het nieuws van de afgelopen week. Allereerst is hier voormalig LPF-corrivé kunsthandelaar Ferry Hogendijk. De hoogcommissaris voor de vluchtelingen Ruud Lubbers. En tenslotte onze demissionair minister-president Jan-Peter... Niet? Nee, hij is er nog niet. Hij is er nog niet. Ja, Jan-Peter Balkenende laat nog even op zich wachten. Oké, okay, goed. We maken ons een beetje zorgen over onze minister-president. Want u heeft het misschien wel gelezen in de Volkskrant. Zijn moeder heeft daarin een interview gegeven. Moeder Balkenende bezorgd over zoon. En die moeder die duikt ook regelmatig op in het EO-programma Bunkeren als politiek commentator. Ach, dat is natuurlijk een van die satirische elementen van uw programma. Alleraardigst, ja, bijzonder lollig. Ja, dit is authentieke tv hoor. Dit was van de week. Dat is het wekelijks gesprek met de moeder van de minister-president. Dit is weer gewoon exemplarisch voor het Maduro-damniveau van de Nederlandse politiek. Ja? Dit was bij de LPF niet gebeurd, denkt u? Zeker niet. Nee, je kan veel van de LPF zeggen, maar we zijn er in ieder geval in geslaagd om de moeders bij de sprekende poppen vandaan te houden. Nou, ik zou zeggen, zet die vrouw op een cursus origami en zorg dat ze er verder het zwijgen toe doet. Ja. Ik begrijp, u bent er niet zo voor. Ach nee, absoluut niet, zeg. Nee? Nooit de familie het woord laten voeren, zeg. Nee? Ik heb één keer zoiets aan de hand gehad met mijn broer. Nou, dat paard slaat me geen tweede keer. Ja. Maar las ik dit ook. Lubbers noemt asielbeleid van de Verenigde Staten afschuwelijk. Ja, dat is het ook, ja. Het is afschuwelijk. Asielzoekers komen er bijna niet meer in. Moslims worden heel slecht behandeld. Er worden aan alle kanten nagetrokken. Hebben geen enkele privacy meer. Nee. En ik geloof zelfs dat de laatste politieke vluchteling die toegetreden is tot de landsgrenzen Ad Melkert is geweest. Oh. Ad Melkert, zoals ze hem daar noemen. Ja, ja. Maar vindt u nou handig dat u zich zo kritisch opstelt? Want uw organisatie is afhankelijk van de giften van de Verenigde Staten. Moet u luisteren, ik ben 64 jaar. Ja. Ik heb een schitterende carrière achter de rug. Ik heb alles al gedaan in dit leven. Wat zou er mooier zijn dan dat ze me wegsturen omdat ik te kritisch ben? Dat zou fantastisch zijn. ANP! Ja, oké. Okay. Nou, prima. Meneer Hogendijk, ik wil even nu. U heeft een veelbewogen week achter de rug. Het was de week van de herdenking van Pim. Ja, we moesten ons zelf kapot schamen. Huh? We moesten ons kapot schamen dat een groot politicus als Pim Fortuyn wordt afgescheept met 5 miserige standbeeldjes. Ah, kom. Nee, dit vind ik niet helemaal de werkelijkheid. Er is de hele week volop aandacht in de media geweest voor Pim Fortuyn. Sterker nog, vanaf vorige week vrijdag tot afgelopen dinsdag heb ik alleen maar Pim-documentaires gezien. En woensdag dan? Woensdag heb ik niks gezien. Nee. Toen was Pim Fortuyn weer onder het tapijt geveegd. Het is altijd hetzelfde. In Den Haag is het alleen maar praten. En het land is in een grote chaos. Ja. Hè? De Marokkanen voetballen met de kransen van 4 mei. Ja. Ja. Zouden wij het moeten doen om in Mekka over de heilige steen heen te pissen? Oh. Ja. Bassie. Maar, dit gaat hier natuurlijk om een betreurenswaardig incident, maar dat gaat hier wel om een vrij kleine groep van kansarme jongeren. Ja. Of kansarme jongeren in dit geval. Hè. Ja. Maar je moet ook van de positieve kant kunnen benaderen. Hè. Ze waren daar wel in elk geval. En zolang ze daar zijn, kunnen ze niet inbreken. Zolang ze lopen te voetballen, kunnen ze niet inbreken. Ja, ja, ja. En ik vind ook dat je altijd moet zoeken naar een werkbaar Hollands compromis. Misschien moeten we het volgend jaar wel eens een keer heel anders doen met die dodenherdenking. Waarom zou je altijd vasthouden aan 2 minuten stilte? Ja. Misschien is 2 seconden wel lang genoeg. En ik weet ook helemaal niet of je van tevoren moet aankondigen waar en wanneer en wie er eigenlijk dood is. Ja, ja. Ja. Ja, ik weet een veel beter compromis. We geven ze gewoon gesubsidieerde hangplekken. Oké. Ja. Ja, naar Iraks model, hè? Ja. Nou, voor u verder gaan. Ja? Is het zo? Jan-Peter Balkenende komt niet? Ik heb een teleurstelling aan iemand anders. Nou, Jan-Peter Balkenende komt niet, maar de moeder van Jan-Peter Balkenende is er. Ja, check, ik heb Jan-Peter naar huis gestuurd, hè. Ja. Hij heeft toch al zo'n drukke week gehad met de formatie en met zijn verjaardag en dingen, hè. Ja. Dus heb ik gezegd, en al die kritiek ook op hem, hè. Al die kritiek hier ook, zie ik het ook al,
balkende is een geflopt product. Ja. Nou, dat is voor de producent ook niet leuk om te horen, nee. En hier ook, aan tafel, wordt hij vaak neergezet alsof hij een klein kind is. Dus ik heb tegen Jan Peter gezegd, ga maar lekker naar huis en mama gaat wel eens even praten met die pestkoppen. Ja. Nou, daar zult u me groot plezier mee ja, doen, dat dacht ik wel. Nou, ja. Het is toch de bloody limit. Het is toch de bloederige grens, zeg. Dan ben je premier van het land en dan komt je moeder de castagnettes voor je uit het vuur halen. Ja. Straks dan krijgen we in Den Haag in plaats van een persconferentie nog gewoon een ouderavond. Ja, wat is dit ook met doen? U moet me maar wegsturen als ik het te bond maak, mevrouw. Maar uw zoon is gewoon niet het soort leider waar wij in dit land nu behoefte aan hebben. Ja, nou altijd maar die kritiek. Ik vind het zo makkelijk. En dan zeg ik, ja, doe het dan zelf eens. Nou, in alle bescheidenheid. In alle bescheidenheid heb ik het 12 jaar geprobeerd. Ja, dat zeggen ze allemaal, maar... Mevrouw Balkenende, u bent nogal aanwezig in de media. Ik verwees al naar dat artikel in de Volkskrant. En nou zegt u ook in het interview, ik denk wel eens... Vandaag of morgen vermoorden ze hem ook. Ja, nou ja, toch af en toe ben je eigen toch echt wel eens je hart vast. Ja? Zal niet voor de eerste keer zijn dat er een charismatisch politicus vermoord wordt, hè? Ja, er hoeft maar één keer een gek op te staan met gevoel voor politiek en Jan-Peter legt het loodje. Oh, dat zou verschrikkelijk zijn. Ja? 5 standbeelden van Peter Jan Balken. Nee, ik hou erg van kubisme, maar je kan het overdrijven. Maar, mevrouw, u heeft ook gepleit voor het inperken van de persvrijheid. Ja, ik vind persvrijheid is een groot goed, maar... ja, ik vind dat er onder bepaalde omstandigheden wel een persverbod moet zijn. Een wat? Een persverbod? Een persverbod, ja. Jammer dat dat nog niet van kracht was toen u van uw zoon moest bevallen. Misschien ben ik iets te hard, maar anders stuur je maar weg, hè. Ja. Voor mij niet meer 64 jaar. Zeg, jij er ook eens wat van, gekke pop? Gekke pop. Bassie is geen pop, Bassie is een clown. Ja. Nog een opvallend nieuwsbericht deze week. Die 2 afpersers van Ahold zijn gepakt. En een van die 2, die was de meest gekende Edwin, dat was 1 van 2. Die les gaf in de eerste en tweede klas... solderen en figuurzagen en natuurkunde. Ja, figuurzagen. Ze hebben zelfs gedreigd om die leider van de topman bij Ahold, ja? Kees van der Hoeven, om die te ontvoeren. Oh? Ja, nou, daar was de Ahold-directie helemaal niet van onder de indruk. Nee? Nee. Of je nou losgeld betaalt of een gouden handdruk, je blijft het uitgeven natuurlijk. Ja. Oh, Jack, daar kon Jan-Peter zich ook zo in verliezen, hè? Oh, hele zomers lang zat hij maar allemaal... Pardon? De figuurzagen. Oh, dat vond hij zo mooi. Echt, met zijn broers, wat een reisje. Ja. Meneer Hoogendijk. Ferry Hoogendijk. Ferry. Sorry. Ik zeg de hele tijd Bassie. Het is natuurlijk Ferry. Ferry en Adriaan. Oké. Ja, nou begint het zich toch te wreken dat ik al zo lang in Genève woon, hè? Sorry, Ferry. Even nog. Excuses ook aan Adriaan. Oké, nou, dan wil ik even naar een heel ander onderwerp. De afgelopen week zijn er heel veel mensen geïnterviewd... naar aanleiding van de herdenking van Pim Fortuyn. Allemaal mensen die op de een of andere manier met hem in aanraking waren geweest. Toch heeft onze redactie nog een aantal mensen weten te vinden... die heel dicht bij Pim Fortuyn stonden... maar die toch nog niet in een programma geweest zijn. En die horen wij nu. Hij zei... gewoon... wat wij dachten. Nou, hij belde hier wel eens naartoe. Eigenlijk geregeld. Is toch een eenzame man. Zoekt naar een stuk warmte. Hij had dit nummer nog in zijn telefoonklapper staan. Van toen het hier nog een afvalchinees was. Ja, het is hier natuurlijk geen afvalchinees. Zij kan sowieso niet koken. En dan zeiden we nog... het is hier geen afvalchinees. Ja, dat is verschillende malen gebeurd. Maar achteraf denk je, joh... had nou gezorgd dat je wat in huis had. Al was het maar een lumpia.
Voor Pien. Voor die arme man. Maar ja, dat is achteraf praten. Maar je zit er toch mee. Ja, wij zeggen wel eens tegen elkaar, Volkert hebt om 12 jaar. Maar wij hebben levenslang, in feite. Ja, hij kwam dus altijd hier bij ons tanken. En dan wisten wij, als die grote Jaguar eraan kwam, dan moet Euroloud vrij in. Tenminste, hij kwam dan niet hier. Hij kwam bij onze andere filiaal op de Beukelsdijk. Dat valt administratief technisch onder hetzelfde concern. Dus ja, dan komt het allemaal wel... komt het allemaal wel heel dichtbij. Ik zie hem hier nog binnenlopen. En dan ging hij zitten op een manier dat je dacht, ja. Pien? Nee, je kwam er al jaren niet meer. Maar voor de grap niet. En dat uitgerekend zo'n man van het Hilton Hotel afspringt, dan komt het echt op je af. Ja, je weet dat niet. Dat zou heel goed kunnen. Als hij hier in Venlo is geweest, dan was hij hier in Club Damocles. Dus je kan niet voor 100% uitsluiten dat je niet een stukje intimiteit met hem hebt gehad. En dat geldt voor alle jongens hier. Het is toch mensonterend. Het fortuinisme wordt hier begraven. Het land is in chaos. Het is één grote puinhoop. Jullie zitten hier mij hier een beetje af te schilderen als een of andere seniele, familie slissende clown. Ja. Ik word er gewoon een beetje mismoedig van. Dankjewel. Ja. Ja, ik moet gaan afsluiten. Mevrouw Balkenende, hoe oud is uw zoon eigenlijk geworden? Och, Jan-Peter is geboren in 1953. Nee, in 1956. Ja, ik haal die Zeeuwse rampjaren altijd door elkaar, ja. He. Maar we zitten aan het einde, begrijp ik. Jan-Peter, ja, het is nou afgelopen. Ga maar lekker slapen, hè. Mama is nou klaar, dus ga maar lekker naar bed. En handjes boven de dekens, hè. Tot de volgende week. Jan-Peter. Vergeet niet dat morgen het moederdag is, hè? Ja. Het is wel opmerkelijk, Tona, dat je hier bent. Want ik heb begrepen dat onder andere door dit optreden... Ja? Jan-Peter heeft gezegd dat het misschien maar beter was dat je niet al te veel in de publiciteit stapt. Dat klopt. Hij heeft dus een hele lijst opgegeven van programma's... waarvan hij dus liever niet had dat ik daar dus zou komen. Ik weet niet helemaal meer uit mijn hoofd, maar was Nova en Netwerk en De Bevalling en Bevalling, Jeugdjournaal. Ja. En Ter Land Ter Zee in de Lucht, nog in de jury, nog als deelnemer. Mm-hmm. Baantje zat erbij. Ook niet als lijk? Ook niet als lijk, nee. Ook niet als lijk. Maar Wintertijd stond daar dus niet op het lijstje. Dus, nee. Tada, hier ben ik dan, hè. Nou, hartstikke leuk. Ja, er zijn inderdaad wel meer lijstjes waar de naam Wintertijd niet op voorkomt. We gaan even naar wat beelden kijken. Oh. Ook deze week ga ik het nieuws weer doornemen met drie mensen die zelf op de een of andere manier deel uitmaakten van het nieuws. Allereerst is hier natuurlijk minister-president Jan-Peter Balkenende. De fractieleider van de Partij van de Arbeid, Wouter Bos. En dan, meneer Bos. En Hagenaar, ex-lagerhuislid, ex-bobo in de bus, Henk Bres. Ja.
Henk. We zijn gepromoveerd, hè? Ja, jullie zijn gepromoveerd met FC Den Haag. Van harte gefeliciteerd, Henk. 18 risicowedstrijden erbij, holle jolle. Ja, goed. 18 risicowedstrijden erbij, holle jolle. Oké, dankjewel, Henk. 18 risicowedstrijden erbij. Dankjewel, Henk. 18 risicowedstrijden erbij. Ja, Henk, dankjewel. Goed zo. Meneer Bos, hartelijk welkom. Het nieuwe regeerakkoord ligt er. Ja, en wat voor een akkoord. Oh. Het is echt een boekhoudersakkoord. Een bijzonder asociaal beleid dat hierin wordt uitgestippeld. En je zou verwachten dat in tijden waarin het economisch een stuk minder gaat... dat juist de man, gewone man in de straat, die op eigen kracht kwetsbaar is... zou mogen rekenen op steun en bescherming van de overheid. Ja, ik hoor de man in de straat te denken, moet een actie komen. Ja, maar wat, iedereen komt hier aan het woord. Je hoeft hier niet te gaan staan. Hey. Ja, goed. Nee, wat ik wil zeggen... Ja, nee, maar je kan gewoon blijven. Het is... Ja. Kijk, het is ook schandalig, hè, ja. Dat de hoge heren in Den Haag, ja. Hé, maar, ja, wat? Hé. Ja, maar, ja, wat? Maar wat de hoge heren in Den Haag, ja. Nou, dat weet ik van niet. Ja. Nee, ik heb die zin nooit af hoeven maken. Oh? Nee, ik heb twee jaar bij het Lagerhuis gezeten. Ja. En op dit punt kwam Marcel van Dam er altijd doorheen, zo. Oh, die. Nou ja, ja, want je zit niet meer in het Lagerhuis, hè? Nee, joh, moet ik, dat weet ik toch. Ja. Ik mis het wel, hoor. Toch wel? 20 kilo aangekomen. Hoezo? Kijk, dat zitten en dat staan was voor mij toch een beetje beweging. Ja. Ja. Oké, ik kom straks bij je terug. Ja, dit is dus precies waarom wij binnen het CDA niet zo heel erg zitten te wachten op de mening van de man in de straat. Oh. Kijk, als het gaat om maatregelen die de structuur van de economie raken, dan zeggen wij, ja, dat moet eerst in kaart brengen. 10, 9, 8, 7, 6, 0, 5, laat nou meneer Balkenende even uitpraten. Oh, de hoge heren in Den Haag mogen weer eerst aan de beurt. Nou ja. Professor. Jongen, met je leesboeken. Ja. Nou, als ik... Jongen. Ja. Meneer Bres, als ik u zo bezig hoor, dan zou ik bijna denken... treed toe tot mijn schaduwparlement. Ik zou graag willen dat u een van mijn 150 adviseurs zou worden. Oh, nou, vanuit een zeker idealisme zou ik dat wel willen doen. Bel mijn agent maar, maken we een mooie pressie. Hé, hey. Wel zwart, hè? Niet van mijn uitkering af. Oké, de oppositie. De oppositie die verwacht... dat er de komende jaren zoveel demonstranten op het Malieveld rond gaan lopen... dat er straks geen graspriet meer staat. Er zijn ook al beelden van de eerste demonstranten. Ja, moet je eens kijken wat een schrijnend beeld het is. Dit is dus iemand die geholpen heeft om Nederland op te bouwen tot wat het nu is. Ja. En die wordt nu door het huidige beleid, of het beleid dat nu aangekondigd wordt... echt volledig in de kou gezet. Ja. Nee, Wouter. Maar kijk nou even wat er op dat wagentje zit daar. Daar onder bij die benen. Kijk nou even. Wat zit daar? Daar zit een... Dat is een hondje. Ja, dat is geen hondje. Opgevoerde hamster, man. Nee, maar dat hondje, dat kan dus waarschijnlijk best lopen. Hè? Maar ja. Die ziet dat er speciale voorzieningen zijn, waardoor hij denkt van... Hey, daar lift ik eens even lekker op mee. Nou, dat vind ik toch, daar maak ik bezwaar tegen. Want hier proef ik toch een beetje dat dit hondje zelf geen poot uit zou steken. En dat vind ik bezwaar. Nee, ik ben van het CDA. Zeg alleen, je moet dat hondje op een bepaalde manier stimuleren... waardoor hij weer zelf gaat lopen door een worst aan het einde van de straat. Ja, maar ik kan me toch niet onttrekken aan de politieke insinuatie... dat dit hondje zou meeliften, misbruik zou maken zelfs... van de sociale voorzieningen die er zijn. Terwijl... Meneer Balken, het spijt me zeer, maar u heeft zich niet verdiept in de medische historie van dit hondje. Het zou heel makkelijk kunnen. Ja, nee, het zou heel makkelijk kunnen dat dit hondje een kwaal heeft die niet direct zichtbaar is. Misschien heeft hij wel whiplash. Ja. Oh, Wouter. Dit doet me weer helemaal denken aan een discussie die we in maart gevoerd hebben... over die piraat met dat houten been die dan voor 50% arbeidsongeschikt zou zijn... en die een papegaai op zijn schouder had... en die volgens jou ook niet in de WHO thuis hoorde. En nu? Wie zit je opeens in oppositie? Nou, dat dan is iets anders. We hadden daar sowieso geen akkoord over. 3. Ja? Het gaat niet om dat hondje. Het gaat om die vrouw. Zo is dat. Meneer Bosman, wat zit u nou toch de hele tijd op te schrijven? Oh, dat zijn... dat zijn signalen die mij vanuit de samenleving bereiken. Wij vinden het heel belangrijk... Zoals? Kunt u wat voorbeelden wat u opgeschreven heeft? Ik heb hier bijvoorbeeld iets... ik kreeg een e-mailtje van iemand uit Maastricht. En er stond... het zijn allemaal zakkenvullers in Den Haag die elkaar de baantjes toeschuiven. Oh, ja, dat is... En iemand uit Dronten voegde daaraan toe... hun rijden rond in een Mercedes van mijn centen. Juist. En uit Den Haag bereken mij het bericht... Balkenende seropositief. Oh. Maar goed, dat zijn dus van die verfrissende geluiden... die me in de partijen wel degelijk serieus nemen. Natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, wat frisse geluiden betreft, heb ik het goed gehoord vanmorgen in het nieuws. U heeft een kogelbrief gekregen, meneer Ja, inderdaad, ja. Maar die heb ik meteen retour afzender gestuurd. Oh.
Met mijn eigen postzegel, dat zal hem leren. Ja. Komen ze nog langs? Ja, komen ze nog langs van de PTT? We weten niet precies waar hij woont. Zeg, als jullie nou jullie werk doen, doe ik het mijne. Oké, okay. Goed. Henk, waarom we jou... Ja. Waarom we jou hebben uitgenodigd. Jij bent van de week teruggekomen uit de jungle van Borneo. Want daar was je voor een programma Bobo's in de Bush. Dat wordt pas in juni, geloof ik, uitgezonden. Hè? En het kwam erop neer. Dat was een survivaltocht met bekende Nederlanders. Als, en dan moet ik even kijken, Horace Cohen. Peggy Jane de Schepper. Danny Rook. Je haalt deze week de krant. Want je hebt voortijdig moeten afhaken. Ik ben een slap Janus, Hagenaar Henk Bres, eerste afvaller Bobo's in de Bush. Ho, 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 ho. Je moet niet verklappen of dat ik eruit ben of niet. Ja, maar dat heeft nog uitgebreid in de krant gestaan. Ja. Dat weet toch iedereen nou? En er stond zelfs nog wat bij. Een helikopter heeft me uit de groene hel opgehaald. Tjoe, jongen. Ja. Ja, het was vreselijk hoor, dat oerwoud. Ja? Onkruid, zover als het oog reikt. Toch. Ja. En zelfs het kleinste insect is nog zo groot als een aardbei op pootjes. Ja. Als het gaat om survival, dan zeggen wij binnen het CDA gewoon altijd stug volhouden. Eerst het zuur, dan komt het zoet. Ja, ja. Kijk of iedereen je nou uitkotst, of dat je door al je muskieten in de nek wordt gezeten, of dat je je een roepen in de woestijn voelt, of dat je zoals de heilige vader je einde voelt aankomen, of dat je, al dan niet bedoeld, door je eigen moeder een pootje wordt gelegd. Altijd stug volhouden en uiteindelijk krijg je toch een goede positie. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Het uithoudingsvermogen is zo langzamerhand de enige overgebleven kwaliteit van Jan-Peter Balken. Ja, ja. Ik zou toch even willen benadrukken dat wij in Nederland behoefte hebben aan een sterke leider. Ja. En niet aan een Duracell-konijn. Ja. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk typisch de retoriek van een verliezer. Dat is natuurlijk typisch de retoriek van een verliezer. Dat is natuurlijk typisch de retoriek van een verliezer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, als meneer Bos uitkomt, kan hij opeens wel tellen, hè? Ja, ja. Meneer Bos, als ik u goed beluister, er ligt een akkoord. U klinkt een beetje zuur. Noem je dat een regeerakkoord? Ja, hey. U kunt gewoon blijven zitten. Hey. Ja. Ik bedoel, de hoge heren in de goede tijden steken ze alle winst in eigen zak. Ja. En in de moeilijke tijden, wie moeten we de broekriem aanhalen? Jan met de toepet. Ja. Tjoen, jongen. Ja, ja, ja. Wat zit jij nou te knikken, joh? Wat zit jij nou te knikken? Ja. Je moet bij men op de hoedenplank komen zitten, joh. Halleluja. Dinge dong dong, een beetje vrede. When you're feeling alright, everything is alright. Try to sing a song that goes dinge dong dong. There will be no sorrow. When you sing tomorrow. Wat in hello, dat ik een stokje van de wereld ben. Dat ik de waarsjes van de saarsjes en de wereld. Viva la diva, viva la diva, Afrodita. No goodbye. Forever, baby, come with me. Give me one more night, me one more day. Let me hold you now, and please stay one more night. Cité Vatican, 0 points. Vatican City, no points. The boss, geen puntie. Ja, het was de week waarin een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Huis ten Bosch verscheen. En een behoorlijk aantal leden van het kabinet heb ik hier. Maria van Hoeven van Onderwijs. Meneer Brinkhorst, Economische Zaken. Meneer Remkes op Binnenlandse Zaken. Meneer Kamp op Defensie. En ik had begrepen dat meneer Donner ook mee zou komen. En die is op de fiets gekomen. Dat, ja. Heel goed. Ja. Ja, meneer Donner.
ja. De fiets mee, zie ik. Ik heb mijn rijwiel meegenomen omdat ik bang ben dat het anders wederrechtelijk verwijderd zal worden. En per opbod verpatst door een sujet dat verslingerd is aan opiaten. Ja, wij noemen dat een junk. Ik hoor het u zeggen. Ja, goed. Maar ja, die fiets voor u, dat is eigenlijk een beetje wat die fiets voor u is. Is een beetje wat de Bentley voor Herman Heinsbroek was, hè? Ik denk dat je veilig kunt stellen dat de intellectuele vermogens en het vervoermiddel in deze zo niet kruiselings dan toch omgekeerd evenredig zijn. Ik weet niet of de mensen deze zin helemaal begrijpen. Mogelijk. Ja, goed. Nou ja, u begint aan een nieuwe regeringstermijn. Ook, mevrouw Van Hoeven, meneer Winkhorst, meneer Remkes en meneer Kamp, welkom. U begint aan een nieuwe regeringstermijn. Wat zijn de plannen? Kijk eens, de Nederlander heeft jarenlang op de pof geleefd. Ja. De Nederlander, de burger, zal zich moeten realiseren dat hij weer een inspanning zal moeten leveren om ergens te komen. Vandaar op de fiets. Ja, je krijgt er natuurlijk ook een lekker kontje van, hè? Mogelijk. Ja. Goed, ik kom zo meteen even bij u. Meneer Kamp, ook welkom. Wij kennen u uit de tijd dat u woordvoerder was bij de VVD voor vreemdelingenzaken. Vooral bekend van de harde lijn. Nu zit u op Defensie. Ja. En u bent er nog niet, of ik lees het bericht, er moeten allemaal generaals uit. Ja, kijk, als het Nederlandse leger wel eens wordt ingezet, ja, dan is het altijd volgens het motto, er mogen geen doden vallen. Ja. En als dat al 50 jaar aan de hand is, ja, en die mannen krijgen allemaal een speldje, een sterretje erbij na de avondvierdaagse, ja, ja, dan lopen er op een gegeven moment 5 generaals op 1 soldaat rond. En vol is natuurlijk wel vol, meneer Spekerman. Ja. Ja, ik heb dat soort problemen ook wel moeten stuiten toen ik nog minister van Landbouw was in mijn conflict met de buren. Met de buren. De boeren. Ja, de boeren. Ik zeg toch de buren, nou goed. Ja. Ik had een conflict met de buren en daar heb ik ook... Ja, af en toe moet je gewoon niet met de fluwele hand in willen grijpen. Oh jee. Neemt me niet kwalijk, gooi het hele bier om. Nou ja, laat maar. Moet je niet met de fluwele handschoen in willen grijpen. Maar ja, dan moet je toch gewoon die grote grijper weer tevoorschijn halen. En die generaals gewoon op die manier ruimen. Ja, en dat zal wel weer emotionele taferelen geven. Want er zijn altijd mensen die zeggen, we hebben thuis een hobby-generaal. Moet die dan ook geruimd worden? Maar wij zeggen ja, want het gedogen moet maar eens afgelopen zijn. Ja, nou, ja. Meneer Brinkhorst, ja, u zit niet meer op landbouw, hè? U bent verhuisd naar economische zaken. Ja. Dat is wel een prestigieuze post. Nou ja, goed, als je als D66 mag meedoen aan de regering, ja, dan is het, ja, als je hebt maar 1 minister, dus dan moet het ook wel een ministerie zijn dat ertoe doet. Oh, 1 minister, Tom de Graaf. Ja, Tom de Graaf is SCV-wagen. Nee, op papier hebben we 2 ministers. Ja, geef een beetje deppen hier, anders wordt het echt een zootje. Goed, meneer Remkes, u zit op Binnenlandse Zaken. En ik las, u bent het eens met ex-minister De Boer. De salarissen van de ministers moeten omhoog, hè? Ja, dat vind ik dus wel degelijk gerechtvaardigd. Want het afbreukrisico is voor ons natuurlijk enorm. Ja. En de eerste, de beste geblesseerde rechtsback van Heracles verdient nog meer dan wij. Ja. En tot slot, op een persoonlijke noot, de tandarts gaat uit het ziekenfonds. Dus ik... Ja, tuurlijk. Mevrouw Van der Hoeven, u bent op onderwijs gebleven. Het gek is, u bent de enige die niet in hoefde te leveren. U heeft er geld bijgekregen. Ja. Ja, ik moet 700 miljoen extra opmaken van D66. Oh. Ja, dat was hard nodig ook. Sterker nog, het is allemaal al op. Oh. Ja, we hebben immers dat nieuwe beleid met die zij-instromers in het, ja, onderwijs. Hè? Ja, om dat lerarentekort op te heffen. Ja, op het salarisniveau van hun oude baan. Ja, maar ja, dat kan toch nooit alles bij elkaar 700 miljoen kosten? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ja. Er is op dit moment een kleuterklas in Purmerend en, ja, die wordt aangevoerd door Kees van der Hoeven van Aholt. Oh. Ja. Ja, dat kost een lieve duit, maar hij kan dan ook wel heel goed op de kleintjes letten. Ja, ja, ja. Ja. Ja, u zult wel blij zijn, hè, dat u niet meer de enige vrouw in het kabinet bent. Want u zult wel last gehad hebben van het haantjesgedrag, toch? Ach, dat valt toch allemaal best wel mee, ja. Ja. Nee, wat is nou tegenwoordig nog haantjesgedrag? Hè? Dat is een beetje op je rug liggen met je pootjes omhoog en wachten tot je in een krat wordt opgehaald. Ja. Ja. Nou ja, hoe dan ook, het land wordt weer geregeerd. En meneer Balkenende zei er dit van: ik ben trots op dit team. Het is een hechte en goede ploeg van mensen die kennis van zaken hebben, creatief zijn en over doorzettingsvermogen beschikken. Ja, heeft hij blijkbaar nog een ploeg ernaast staan.
Maar ik heb ook begrepen dat er zijn nu hele duidelijke afspraken gemaakt. Hè. Er mag niet meer gelekt worden. Er was een feestje ook op een geheime locatie. Afgelopen maandag. Hoe was dat feestje? Ja, dat is totaal uit de hand gelopen. Echt waar? Ja, ja. Ik kwam thuis en toen werd het al bijna donker. Ja. Maar ja, daar is dus afgesproken niet meer lekken en niet meer oude fouten maken. Geen proefballonnetjes meer oplaten, hè? Nee, van nu af aan spreken we met één mond. Ja. Nou, maar het liefst niet met de jouwe. Dit is Eendracht, daar heeft Jan-Peter ons op uitgekozen. Met ja. Z'n allen, ja, maar u bent dan wel erg volgzaam. Ja. 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 Nou, wij zeggen het zelf liever zo. Er is een hoge mate van coherentie en loyaliteit. Ja, ja, ja. Ja, daar gaan wij in mee. Maar dan, ja, maar dan bent u toch gewoon een stel ja-knikkers? Ja. 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 Ik wil even naar een fragmentje kijken. En een fragmentje dat meneer Balkenende een grap maakt. Oh, ja. Kostelijk. Maar, is het niet verstandiger als we eerst even naar de grap kijken? Ja, ja, ja. Nou, als je het vorig jaar had over nieuwe politiek, waar ging het dan eigenlijk over? Ja. Kostelijk. Ja, ja, meneer Spijkerman. Nou, u ziet het. Als wij hier aan tafel zitten met z'n allen, dan is er echt chemie, hè? Ja. Dat begint te borrelen. Dat begint te bruisen. Ja. Net zoals afgelopen maandag op dat feest. Ja. Dat was me geweldig. Ik heb een alfabet gemaakt samen met Carla Pijs. Dat was, het was een mietersavond, echt waar. Ja. Ja. Het was een dolle boel, meneer Spijkerman. Het eindigde met dat alle heren mekaars jasje aan hadden. Ja. Ja. Kostelijk. Ja, nee. Alleen Jan-Peter, die had zijn eigen jasje weer terug. Want zijn moeder, die had zijn naam erin geborduurd. Oh, ja. 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 En bovendien was dat het enige jasje met wandjes eraan. Ja. Ja, bleek onze gezamenlijke bek niet open, maar man, wat een feest was dat. Ja. De flessen Spa Blauw waren niet aan te slepen. Nee. Ja, ik geloof dat ik wel een beetje beeld heb van het feest. Ik wil gaan afsluiten. Weet je, ik zal het even doen. Dat ging dus zo. Pardon? Ik zal er even bij staan. De A is van aanpakken, want dat gaan we doen. De B is van Balkenende. Onze kampioen. Ja, ja, de C van CDA, dat is onze partij. En D66, dat zit er ook bij. Ja, mevrouw Verhoeven. De E van euthanasie, dat draaien we terug. De F van financiën, dat groeit ons niet op de rug. Dank u wel, mevrouw Verhoeven, dat was heel mooi. De G is van geld en dat is er weinig. De H is van hypotheekrenteaftrek. Die is niet meer heilig. Nee, dank u. De I van investeren in onderwijs en zorg. Daar zijn wij voor. Ja, en de J is van Jack Spijkerman. Die steekt er nu een stokje voor. Hartelijk dank voor uw komst. Tot de volgende week. Dag. Dag. Dank u wel. Meneer Remkes, mag ik iets vragen? Ik zag in de krant, las ik dat u iets aan uw gebit heeft laten doen. Dat heeft toch niet met ons te maken, hè? Dat kunnen jullie mij niet meer oppakken. Oh. Ja. Ja, is mooi. Het is alleen jammer van uw neus. Wat is er godverdomme nou weer mis met mijn neus? We gaan het nieuws weer doornemen met drie mensen die zelf op de een of andere manier in het nieuws waren. Allereerst is hier zangeres, showbiz-fenomeen Connie Brughoven. VVD-Kamerlid Frank de Graven. En journalist-presentator Jeroen Pauw. Welkom. Welkom mevrouw Breukhoven, meneer Graven. Welkom en Jeroen Pauw. Jou hebben we gevraagd, Jeroen, omdat er was nogal wat internationaal nieuws deze week. En ik heb wat straalverbindingen als het goed gaat in deze uitzending. Dus dan kun je het beste iemand vragen die... die daar bedreven in is. Ja, en die ervaring heeft... Met duo-presentatie. Goed, ja. Wat kunt u verder verwachten in deze laatste reguliere uitzending van Kopspijkers? Nou, wacht even. Ik wilde gewoon eerst even de uitzending beginnen helemaal. Oh, ook de andere meneer De Graven, ook welkom. Ja. Blij u weer eens een keer te zien. Ja. Maar het gaat niet zo goed met u, hè? Want u werd geen fractievoorzitter. Nou, net niet, hè? Nee. En u werd ook geen minister. Nee, ook net niet. Nee. De voorkeur van de partij ging uit naar een vrouw. En dan kun je wel elke ochtend een jurk aantrekken en oorbellen erbij zoeken die erbij passen en je haar leuk doen en binnen de lijntjes lippen stiften, maar ja, het was gewoon geen gezicht. Nee, nee. Okay. Nou,
Ik kom straks even bij u terug. Ik wil Wacht even, dan moet je doorvragen, Jack. Maar meneer de Graaf, hoe treurig is het om je leven lang veelbelovend te zijn? Nou, dat zie ik toch echt anders. Nou, dat zie ik helemaal niet anders. Want wat ik constateer, is dat uw carrière toch eigenlijk op een zijspoor is beland. Je kunt het ook positief bekijken. Ik heb meer tijd voor thuis. Maar zelfs thuis wordt u niet meer serieus genomen. Want ik las van de week in de krant... Ja, misschien is het leuk, Jeroen, dat ik dat dan even voorlees. Want dat is een kenmerk van duo-presentatie, is dat je het samen doet. Weet Maar dat is tegelijkertijd ook meteen mijn probleem met duo-presentatie. Ja, maar goed. Laten we even kijken. Het ging om dit bericht. Frank in de tent. En er staat hier... Ik verlaat mijn comfortabel huis in Amsterdam voor een tentje, verzucht het Kamerlid met een nieuwe snelle look. En dan zegt hij onderaan ook nog... Ik heb de stemming thuis verloren. Ja, nou, het was nipt, hoor. Het was 3-1. Nou, dan gaan we maar eens een keer niet naar mijn eerste voorkeur. Dan gaan we maar een keer een jaartje niet naar Bobbejaanland. Ja. Maar geeft u nou eens antwoord op mijn vraag. Hoe treurig is het... Jack, dit is toch jouw programma? Jazeker. Dat zit, hè? Even man tegen man. Ja. Help! Ja. Jeroen, misschien kun je de gasten aan mij overlaten, want ik wil het een beetje leuk houden. Ja? Jack Spijkerman, wat is dat voor een rare neiging om alles altijd maar leuk te houden? Heeft dat iets te maken met jouw jeugd in IJmuiden, naar geestig IJmuiden? Nou ja, zeg, kom op, Jeroen, je bent hier te gast. Ik stel de vragen, zo wil ik het uitdoen. Jeroen, pak dat cadeautje nou maar even uit, hè. Ik heb een cadeautje voor Jeroen. Mag dat ook straks? Nee, dat moet nou. Nee, pak nou maar uit. Ja, want hebben we het allemaal gelezen, dames en heren? Jeroen, die wordt vader, hè? Ja. Ja, want hij is nou samen met Daphne ontbijtkoek natuurlijk. Ja. Ik heb sokjes voor je gebruikt. Oh, nee, maar... Ik neem je niet kwalijk hoor, maar dit lijkt toch meer een soort van pannenlap eigenlijk. Ja, sorry, maar ik kan nou eenmaal niet zo goed breien. Ik bedoel, ik zie toch nooit wat ik doe? Jeroen, ik kijk er ook een beetje van op. Jij, vader? Jack, nog belangrijker dan af en toe doorvragen is ook weten wanneer je moet stoppen, ja? Oh, nou, oké. Okay. Goed. Connie, jouw man Hans is op weg naar de top van de Kilimanjaro in Tanzania, hè? Ja, ik sta echt doodsangst uit. Het is, hij is van de Mont Blanc. Is hij ook al 2 keer naar beneden gedragen, hè? Ja, ja. Nou, ik heb een verrassing voor je. Want als het lukt, hebben we een straalverbinding met Tanzania. Hans? Nee! Hans? Ja. Kijk, wat heb ik? Schatje! Nachtegaaltje. Dag liefie. Dag apenkoentje. Ach, toch toppertje. Dag platenboekje. Nee, wacht even. Nee, maar dit is een hele dure straalverbinding. Oh. Nou, de vorige twee expedities hebben 4 kilometer moeten afbreken. Ik heb gezegd dat je medicijnen niet meer slikt, hè? Nee. Zeg maar. Nee, mevrouw Breuken, het moet om beurt. Of u of die. Dus anders gaat het niet. Ik hoorde dat je je koffers omhoog, kwijt was. Je koffers was je kwijt. Nee. Wacht nou eens, 1-1. Dus kies nou, of u. Kom maar. Nou, ik vind het echt verschrikkelijk dat je de hele tijd door me heen zit te praten. Je moet niet door mama heen zitten praten. Je moet gewoon die berg helemaal niet gaan beklimmen met je rug. Nou, jouw stembanden hebben ook nooit eens aan carrière in de weg gestaan. Zeg, kus de kinderen van me. Ja. Gaat hartstikke goed. Doei. Ja. Dag, schatje. Oh, ja. Nou, wat is het toch leuk, een lieve... Ja, hartstikke leuk. Wat is het toch een lieve man ook, hè? Ja. Ja, nee, maar dat is het leuke van als je al zo lang een relatie hebt. Dan heb je aan een half woord genoeg. Ja. Ja, maar het is ook vrij uniek in showbizland, hè? Want ik geloof echt dat u met hem oud wil worden. Dat ik wat met hem wil worden? Oud. Ja, dat woord ken ik helemaal niet. Oh. Maar legt u nou eens uit, hoe komt het dat u uw echtgenoot vrijwillig een liefhebberij kiest waarvoor hij heel lang in het buitenland is? Ja, ach, weet je wat het is? Ik bedoel, hij... je kan hem op een gegeven moment gewoon niet meer bieden wat hij allemaal wil. Dat is niet mogelijk. Ik bedoel, ik kan toch moeilijk de hele tijd mijn borsten maar zo laten vergroten dat er op de toppen eeuwige sneeuw ligt? Ik wil naar het internationale nieuws. Niet alleen Blair ligt onder vuur. Ook de woorden van de Amerikaanse president Bush worden in twijfel getrokken. En heb ik nu een straalverbinding met Max Westerman. Max Westerman in New York. Hoe wordt daar in Amerika op gereageerd? Nou, dat zal de New Yorker eerlijk gezegd worst. De presidentiële leugen
eigenlijk een rijke traditie in Amerika. Nee, waar de New Yorker zich wel druk over maakt, is dat de journalistiek niet meer te vertrouwen is. Zo is deze week de hoofdredacteur van de New York Times opgestapt nadat uitgekomen was dat meerdere van zijn redacteuren jarenlang de hoofdartikelen uit hun duim gezogen hadden. Dankjewel. Dit is Max Westerman voor Vara Kopspijkers in New York. Dan moet je even doorvragen, Max. Nou komt dit soort excessen eigenlijk voort uit een wereldwijde zucht naar nieuws voortdurend. Ben jij zelf ooit in de verleiding gekomen om nieuws te verzinnen? Nou, ik weet dat over mij het gerucht eronder doet dat ik ten einde een reportage te maken over het hondenpoepprobleem in Central Park hoogst persoonlijk in het openbaar groen zou hebben zitten schijten. Maar dat is allemaal roddel en achterklap. Natuurlijk, de New Yorker heeft er een loodzwaar seizoen op zitten met soms wel 3 of 4 reportages in de week. Doet de New Yorker natuurlijk allemaal zelf, dat weet de New Yorker zelf ook wel. Maar de New Yorker heeft de journalistieke integriteit hoog in het vaandel staan. Dit was Max Westerman voor Vara Kopspijkers. Ja, ik zie het. Max, hoe kan het nou? Ik zie de Twin Towers. Dat kan toch niet? Dit was Max Westerman voor Vara Kopspijkers. Niet vanuit de garage van zijn ouders in Arnhem met een foto op 800 meter. Winderig New York. Ja. New York. Ja, dankjewel. Ja, goed. Ja, vond leuk dat we verbinding hadden even met Max. Sorry, jongens, wat is er met Vanessa? Kan iemand mij even oppompen? Wat zit er? Nou, dankjewel. Je kan zeggen van Bush wat hij wil, maar hij brengt wel vrede in het Midden-Oosten met zijn routekaart. Nee, maar een vrouw die de kaart leest, ik hou me hard vast. Nee, ik begrijp mevrouw Breukhoven dat u de politiek in het Midden-Oosten volgt. Hoe komt dat zo? Nou, ik ben half Joods. En de andere helft? Siliconen. Maar wat vinden de beide helften van Connie Breukhoven van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten? Ach, weet je wat het is? Die Abu Mazen, die heeft eigenlijk binnen de Palestijnse gemeenschap heeft hij niet zijn eigen machtsbasis, hè? Die Yasser Arafat heeft het natuurlijk wel, maar ja, die wordt daar dus gezien als corrupt. Dus dan zit je met het dilemma, voor welke man kies je? Kies je voor die ene die geen machtsbasis heeft, maar wel integer is? Of kies je voor Yasser Arafat? Hè? Weliswaar corrupt, maar ik bedoel, hij heeft wel het vertrouwen van 80% van de Arabische bevolking. En dan zit je dus weer met die klassieke padstelling, zoals we die ook al hadden bij toen Julius Caesar de Rubicon overstak om de macht over te nemen. Upside down. Make it upside down. Ja, Jack, ik denk dat je toch duidelijk ziet dat vrouwen wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen in de internationale politiek. Ja, maar ook in de nationale politiek, want er was binnen uw partij een probleem, hè, met mevrouw Hirsi Ali, ja, die duidelijk maakte dat zij woordvoerder integratie en emancipatie wilde worden. Maar nou is het rare dat ik las, Kamerlid Frank de Graaf begeleidt de VVD-politica bij haar kamerwerk. Ja, ik had gezegd dat ze maar goed duidelijk moest maken wat ze wilde, maar ja, je kunt natuurlijk ook te gretig zijn, weet ik inmiddels ook uit eigen ervaring. Ja, ja. Meneer de Graaf, ik heb nog een verrassing voor u. Oh. Want als het goed is hebben we nu een straalverbinding met Londen, met Mr. Tony Blair. Oh! Mr. Blair. Hallo, Mr. Blair. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Mr. Blair, how are you? I'm fine. Thank you for asking, Jack. Ja, welkom in our show. No. Thank you for letting me be on your show. Yeah, okay. For giving me the pleasure and the honor to be in your wonderful program. Yes, but this is a very difficult time for you, isn't it? Well, you know, obviously, there have been questions in Parliament. Is that Frank? Yes. Frank, hello. Hi, Tony. Hi, wonderful to see you. How are you? What do you do with your hair? Yeah, yo, glad you noticed. Yeah. Mr. Blair, you know him? Of course, in international politics, everybody knows Frank. He's very popular. He used to show up at every international meeting without ever having been invited. You know, so he's a great laugh. Every time he used to show up, every one of us would, you know, just wet our pants laughing. Maar mag ik nou eens even van de gelegenheid gebruik maken? Ga gaan, Mr. Blair, good evening. Jeroen Pauw, Nova. Why do you lie?
Well, because obviously there aren't any chemical weapons or weapons of mass destruction in Iraq, are there? Actually, there are weapons of mass destruction. Well, why didn't you find any? Well, you know, you just don't Iraq have is a big country. No, you just we don't have any evidence, do you? You we don't do have actually evidence. Have evidence. I have a witness from the military command in Baghdad, a personal friend of Saddam Hussein, who will tell you that there are many weapons of mass destruction in Baghdad. Uh-huh. There are many weapons of mass destruction in Baghdad. Ah, there you go. Yes. Definitely. Absolutely true. There are no Americans in Baghdad. Yes. Now. We kill all of them with atom bombs. Yes. Sure. So, this is definite proof. We are in full control of the whole area of Baghdad. Holy fuck. Is that Frank? It's Frank. It's Frank. Right. Yeah. You are the only man that could ever make Saddam Hussein laugh. Yes, but when I said yes. Nobody fucks with Frank the Grave. Frank the Grave, yes. I know him from yes. The OPEC. Yeah. We didn't have to go there, but yes, okay. Stop tekening hebben. Thank you, Mr. Blair. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Yes. Goodbye. Bye. Goed, ja, ik moet gaan afsluiten. Mevrouw Breukhoven, nog één vraag eigenlijk. Al die verbouwingen in uw gezicht, hè, gaat het nou niet een beetje te ver? Nou, dat vind ik helemaal niet dat te ver gaat. Ik bedoel, je gaat pas te ver als je niet meer kan fluiten. Nou, en ik fluit altijd nog beter dan dat ik zing. Oh ja. Ja, ik hoor het. Mr. Spijkerman. Yes, wat is... Mr. Spijkerman, yes. Is dat... Is that Vanessa? Yes. It's Vanessa! The incredible, it's Vanessa. She's upside down. Yes, upside down. Yeah. Dizzy, no, it makes me. She's the natural woman. No operations whatsoever. It's a murder. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Goedbye. Goed, dankjewel. Connie Breukhoven, meneer De Graven, Jeroen Pauw. Dankjewel voor je komst. Dag. Nou, we gaan afsluiten. Oh, Dona, bedankt. Is de... Fragmenten verder zijn dan niet doorgekomen. We zijn nu doorheen. Dus we hebben niet meer van popcorn. Ja, dat heb je dus niet meer niet kunnen vinden. Nee. En hoe heet hij nou? God, die neger. Die neger met die trompet. Die dan van I sing to myself. What a wonderful world. Ja, Louis Armstrong. Ja, Louis Armstrong. Louis Armstrong. Ja, het is ook niet... Nee, ook niet kunnen vinden. Nee. Wat jammer. En Elvis? Zo jammer. Elvis had ik ook nog gevraagd. Die dan met zijn heupen zo staat te wiegen. En, ja. Ook dat zag je. Dat gaf mij echt gevoelens. Die had ik sinds 1953 dus niet meer gehad. Ja, 1953. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja, nou, ik heb een streepje in mijn nek, hoor. Dat komt water, komt tot hier. Echt. Oh, dat is tot daar gestaan. Ja. Nou, ik heb wat leuke cd's voor je. Oh, hartstikke leuk. Even kijken, dit zijn alle 13 Goes. Oh, Moderne stampmuziek, deel 3. Ja. Dit zijn wat kinderliedjes samengesteld door de Menten. Ja. Dit is The Power of Orgel. Hele fijne cd. Wat leuk, Harmonium knalsuccessen, ook een leuke schijf. Cool, nou had je niet moeten doen. Billboard Blokfluit Classics, deel 1 en 2. Georges Sampier zit er ook. Ja, zit er allemaal bij. In de Mood voor Van God. Och. Dus je kan er eens even lekker een weekendje voor uittrekken, nou, Tona. Nou, wat een kleine plaatjes, hè? Dus dan zet je dan altijd... Dat zijn cd's, ja. Oh, dat is goed. Dat zijn cd's, ja. Ik zal je er meteen ook een cd-speler bij geven. Och, ja. Hè? En waar zit dan de slinger ervan? Ja. Dames en heren, dit was de allerlaatste wintertijd met gast... Want ik heb er helemaal schoon genoeg van om voor de 1000 miljardste keer hetzelfde fragment van Let It Be te gaan draaien. Ik heb er helemaal genoeg van. Volgende keer gaan we lekker door mijn leven heen aan de hand van mijn muziek. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan Child in Time, 16 minuten. Hè? En dan daarna gewoon nog een keer Child in Time, weer 16 minuten. Dan een commercial break. En dan daarna gewoon... Weer Child in Time, 16 minuten. En dan ga ik vertellen hoe ik miljonair ben geworden. Hè? Hoe ik precies kon gaan doen wat ik zelf leuk vind. En hoe ik verdorie toch iedere keer weer de verkeerde beslissing heb genomen. Dit was Wintertijd. Goedenavond.
Nou, bedankt, Tona. Ja, nou, als je er een keer over wilt praten, dan hebben we dus in de parochie in de praatgroep. Ja, en dan kun je dus alles kwijt wat je dus maar wil, hè? Want, ja, nou, ik kom eens gezellig buurt, hoor. Klinkt toch niet helemaal alsof je het leven helemaal op de rails hebt, hè? In Zoutelanden. Zo zie je maar, hè? Geld is ook niet alles. Of in Biggenkerken kom ik wel eens eventjes buurten. Nou, hartstikke gezellig. Leuk, hoor, dat, om hier te zijn. Prima. Jammer van de fragmenten, maar hartstikke leuk.